Verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Dank u wel. Goedemorgen iedereen, ook op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Verzeilberg. Meneer Verzeilberg, goedemorgen. Goedemorgen. Namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van coöperaties. En we kijken daarom ook naar incidenten die daar plaatsvonden. We onderzoeken daarom wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En vandaag beginnen wij met de laatste casus die we behandelen in de openbare verhoren. Niet in ons hele onderzoek, maar wel in de openbare verhoren. En dat is Servatius. Die casussen die helpen ons om een blik te krijgen op de werking van het stelsel. Daarom kijken we ook naar coöperaties waar het wel goed gaat. En deze week, mede aan de hand van de casussen, gaan wij verder kijken naar de hele coöperatiesector. En verbreden we onze focus ook naar sector, overheid en politiek. Maar we beginnen dus met Servatius en daarom, meneer Verzeilberg, wordt u vandaag gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even opstaat. Ja. Mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede. Neemt u plaats, meneer Verzeilberg. De microfoon kan aanblijven gedurende het hele verhoor. We starten met de openbare verhoren. Er zijn diverse leden van de commissie die vragen aan u willen stellen. En daarom is het woord nu eerst aan mevrouw Hagi. Goedemorgen, meneer Verzeilberg. U bent ruim 10 jaar directeur geweest van woningcorporatie Servatius in Maastricht. Ja. We hebben het over de periode 1998 tot 2009. We hebben een aantal vragen aan u over uw ervaringen. En met name uw ervaringen met de bestaande regelgeving vanuit uw positie destijds als directeur. En de handhaving van regelgeving. En Servatius, wat ons ook opviel, verschilde nogal wat van mening. Er ging ook conflicten aan met het ministerie. Dat resulteerde in totaal 7 aanwijzingen die Servatius van de minister kreeg. En in dit kader hebben we dus ook vragen over allereerst het project in Luik. De bouw van de studentencampus. Vlakbij de Universiteit Maastricht en het zogenaamde doorzakken van het corporatiebezit. Ik wil eerst met u beginnen, meneer Verzeilberg. Want in de eerste helft van de jaren 90 zijn de corporaties verzelfstandigd. En daardoor zijn er ook andere verhoudingen ontstaan tussen de overheid aan de ene kant en de corporaties. En ik las een interview van u uit 2006, waarin u aangeeft dat corporaties primair maatschappelijke ondernemingen zijn. In ieder geval, dat is de manier zoals u het zag. En mijn vraag is, hoe ziet u dat maatschappelijk ondernemerschap? Kijk, corporaties hebben natuurlijk van oudsher een publieke taak te vervullen. En zeker na de budgettering is natuurlijk het accent ook veel meer komen te liggen op het feit dat dat met private middelen gebeurt. Dus het gaat in eerste instantie om de combinatie van een publieke taak uitoefenen met private middelen. Op de tweede plaats ligt natuurlijk het accent ook op het ondernemerschap, omdat natuurlijk in die combinatie als organisatie wordt geacht op een verantwoorde manier financieel en maatschappelijk rendement te behalen. Dus die combinatie van twee zaken betekent dus dat je als maatschappelijk ondernemer probeert jezelf in de markt te zetten. Maar daar komt wel iets bij, omdat ik vind, en dat vond men ook binnen Servatius,
dat je dus op een of andere manier niet losgezongen zou moeten zijn van je oorspronkelijke wortels. En wat zijn die oorspronkelijke, en de oorspronkelijke wortels? Waren natuurlijk dat corporaties zeg maar ruim 100 jaar geleden zijn opgericht om natuurlijk huisvesting te bieden aan degene die daar dus financieel niet toe in staat was. Dat ziet u dus ook als kerntaak van een woningcorporatie? Dat is een kerntaak van de corporaties gedurende de periode, zeg maar tussen 1902 en pak een beet de debutering in 1995. Want daarna wordt die kerntaak natuurlijk uitgebreid. Ja, ja. Maar die kerntaak betekent natuurlijk ook dat corporaties niet alleen mensen een woning hebben aangeboden, maar ook geprobeerd hebben, zeker in de periode tot zo ongeveer 1950, om een vorm van woonbeschaving bij te brengen. Met andere woorden, die corporaties die waren dus ideologisch ingebed. Na de Tweede Wereldoorlog zie je dat het accent heel sterk op zeg maar, de burgerlijke cultuur komt te liggen. Ja. En zo'n beetje vanaf de 80e jaren wordt eigenlijk de cultuur meer van laat maar waaien. Iedereen zijn lol, ze zoeken het verder maar uit. Ja. Heel even terug naar uw eerdere bewoordingen als het gaat om dat maatschappelijk ondernemerschap. Gaf de wet en regelgeving genoeg ruimte voor dat ondernemerschap? Dat denk ik wel, zeker natuurlijk na de brutering. Kunt u dat toelichten? Omdat natuurlijk de corporatie niet langer afhankelijk was van subsidies en een enorm merabwaar aan voorschriften en wenken en regelgeving. Dus er kwam ruimte en die ruimte moest ook benut worden, omdat natuurlijk corporaties geacht werden ook nog geld te verdienen, omdat die subsidies waren weggevallen. Mm-hmm. Zat die ruimte er ook in vanwege het feit dat de regelgeving iets minder duidelijk was of werd? Mevrouw, de regelgeving was gewoon wat opener. Die waren gewoon wat minder strikt. Kunt u dat toelichten? Opener, minder strikt regelgeving die dat... Nou, een eenvoudige reden dat natuurlijk na de brutering er in ieder geval geen financiële of veel minder financiële regels waren. Mm-hmm. En corporaties dus om die reden gewoon meer vrijheid hadden. En ook die vrijheid moesten benutten om natuurlijk zelf geld te verdienen in de vorm van de verkoop van woningen, de wat duurdere huurwoningprojecten, koopwoningen, et cetera. Ja. Dus de combinatie van financieel of van sociaal en commercieel, die was natuurlijk alleen maar mogelijk wanneer de regelgeving daarin ook de ruimte liet. Okay. En daar was u in ieder geval tevreden mee, omdat u vanuit het ondernemerschap het ook belangrijk vond dat die ruimte er nou was. Nou ja, zeker. Zeg maar, in de eerste periode ging dat eigenlijk op zich wel goed. Het was natuurlijk een beetje zoeken, ook voor de meeste corporaties, zeker naar de budgettering, hoe dat allemaal zou gaan. Ik bedoel, er waren links en rechts waren natuurlijk wel wat ontsporingen. Ik heb begrepen dat er ook corporaties waren die meteen met het vermogen gingen speculeren. Nou, dat was natuurlijk uiteraard niet de bedoeling. Maar je zag dus wel dat heel veel corporaties zoekende waren, trouwens net zoals de overheid natuurlijk, van wat betekent de nieuwe verhouding tussen de overheid en de corporaties, ja, voor het werkveld, voor de toezicht, voor de handhaving, et cetera, et cetera. U haalde in datzelfde interview ook de woorden aan dat corporaties hun nek moeten durven uitsteken, of in ieder geval niet voor de corporatie waar u leiding aan gaf. Kunt u dat nog toelichten? Ja, dat betekent natuurlijk dat je in een soort maatschappelijk krachtenveld opereert, binnen, zeker binnen Maastricht. En wat je natuurlijk ook zag in de loop van de 80 en de 90 jaren, dat natuurlijk overheden zich aan het terugtrekken waren uit allerlei wijken. De politieposten werden gesloten, de welzijnsinstellingen moesten bezuinigen, dat zijn we natuurlijk allemaal vergeten. Maar in die 80 jaren was die corporatie eigenlijk de enige partij die nog fysiek en daadwerkelijk aanwezig was in die wijken. Dus die had daarmee wel een soort voorhoedefunctie om te zorgen dat andere partijen mee konden doen, om uiteindelijk toch te zorgen dat die wijkbewoners naar tevredenheid daar zouden kunnen verblijven en kunnen wonen. Ja, ik wil met u naar een ander voorbeeld waarbij Servatius haar nek uitstak. En dat is het voorbeeld van het bouwen in het buitenland, noem ik het maar even. Namelijk in dit geval in Luik. Want het is ook een van de eerste keren dat u echt van mening verschilde met het ministerie. In oktober 2000 heeft u die plannen om in het Belgische gemeente Luik te gaan bouwen. Mijn eerste vraag is, waarom wilde u in België gaan bouwen? Nou, misschien moet ik u even corrigeren. Het was niet zozeer dat Servatius van mening verschilde. Het was eerder dat het ministerie van mening verschilde met Servatius. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op. U mag daar meteen op ingaan. Ik wil eerst eventjes uw vraag beantwoorden, want dat geeft wat beter perspectief als ik zo meteen ook het tweede deel van uw vraag ga beantwoorden. Dan houden we uw opmerking dat het ministerie van mening verschilde dan nog even vast. U moet het zo zien dat we spreken dan over de periode zo'n beetje rond 1999-2000. Toen was er natuurlijk sprake van een overspannen woningmarkt in Maastricht. Er was een aantoonbaar tekort van 5000 nieuwbouwwoningen.
En dat aantal dat werd eigenlijk steeds groter, omdat het de gemeente kennelijk niet lukte om binnen redelijke termijnen allerlei ruimtelijke ordeningsprocedures af te wikkelen. Dus dat tekort, dat lag er. En toen hebben wij op enig moment gezegd van als je nu gewoon kijkt, zeg maar, ruimtelijk economisch gezien, tussen bijvoorbeeld Sittard en Luik, dan zie je dat die as, dat is in economisch gezien, is dat gewoon een stevige as. En wij bedachten dus, als je nu voor de overloop van Maastricht in Luik gaat bouwen, dan doe je iets aan die overspannen woningmarkt in Maastricht. En bovendien doe je ook iets omdat je een stedelijk woonklimaat hebt te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dus dat was de belangrijkste reden om naar Luik te gaan. Wat was de reactie van toenmalig staatssecretaris Remkes? Nou, de staatssecretaris die was op enig moment op werkbezoek in Maastricht. En toen werd hem dus deze casus voorgelegd van, goh, door de toenmalige wethouder volkshuisvesting, de heer Leenders. En ja, hem werd gemeld van, goh, we hebben hier de corporatie Servatius, die overweegt om in Luik een nieuwbouwproject te starten. En wat vindt u daarvan? En zei de staatssecretaris, die vond dat eigenlijk wel een heel spannend en interessant idee. Dus die gaf met zoveel woorden ruimte om met dat initiatief aan de slag te gaan. Heeft de staatssecretaris dat persoonlijk ook zo tegen u ja, gezegd? Ja, in dat u was gesprek. Daarbij? En sterker nog, aan het eind van de dag, toen heeft de staatssecretaris Remkes eigener beweging tijdens de persconferentie aangegeven dat dit initiatief er was. En dat hij dus wel enthousiast was over dit initiatief. Vond het allemaal wel reuze interessant. Hoe interpreteerde u dat? Zag u dat ook als een soort van toestemming? Nee, ik zag het niet als toestemming, maar ik zag het wel in de zin van, hey, kennelijk is dat dus niet zo'n heel raar idee, hè, als ook de staatssecretaris daarmee komt. En het was natuurlijk sowieso geen raar idee, omdat je moet natuurlijk niet vergeten dat Limburg erg veel buitenland heeft. Dus het feit dat je over de grens gaat bouwen is natuurlijk op zich helemaal niet zo vreemd in een provincie als Limburg. Dus dat vond de staatssecretaris kennelijk ook. Dus wij zijn houding, aan de slag gegaan. Maar de houding van de staatssecretaris, als ik het zo samenvat, was positief. Ja. U zag het nog niet als toestemming, maar u zag het wel als een soort steun in de rug, ja, van dit plan zou wel eens kunnen slagen. Ja, omdat natuurlijk Servatius uitgenodigd werd om dat plan verder uit te werken. Er was toen nog een inspectie volkshuisvesting, ja, waarmee we toen ook nog overleg hebben gepleegd. Dus dat plan ging van lieverlee. Ging dat natuurlijk door. Ja, maar toch kwam er bezwaar vanuit het ministerie. Er kwam op enig moment kwam er bezwaar. Dat was eigenlijk tijdens, denk ik, een volgend werkbezoek van de staatssecretaris. Ik weet niet, misschien 1 of 2 jaar later. En toen zei de staatssecretaris tegen mij van, Gut, dat initiatief van u. Ja, u heeft een bom onder het bestel. Legt u daarmee? Dat zei staatssecretaris Remkes tegen u. Ja, want wij stonden toevallig net buiten allebei zware check te roken. Ja, hij rookt en dus check die zei dat zo een beetje in een soort informele setting tegen mij. Van, ja, een bom onder het bestel. Ja, dat was natuurlijk wel een interessante mededeling. En wat gebeurde er toen in dat gesprek met u? Nou, daar gebeurde verder niks. Maar wat was uw reactie? Nou ja, kijk, toen dacht ik van ja, maar wij hebben gewoon geen behoefte om een bom onder het bestel te leggen. Wij willen gewoon dat project in Luik realiseren. Dus toen hebben we nog geprobeerd om eventueel via een experiment, er is een artikel in de woningwet die dat toestaat, om te kijken of we op die manier zaken konden doen met het departement. Dus ik weet nog, ik heb dat toen nog voorbereid met de toenmalige directeur van de SEF, van de stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Maar goed, kennelijk had het departement al bedacht van dat dit een bom onder het bestel was. En wij hadden natuurlijk wel snel in de gaten van, hey, dit heeft iets te maken met het niet-Europa-proef zijn van het bestel. Heel even voordat we op dat punt verder gaan. De tweede keer dat u de staatssecretaris Remkes sprak, kreeg u een andere boodschap dan de eerste. De eerste was een positieve en de tweede was, u legt een bom onder het bestel. En u geeft in uw bewoordingen aan dat toen gekozen is om een soort pilotproject van het bouwen in Luik te maken. Ja, dat was maken. Het sowieso al. Hè? Ik bedoel, ja, maar dat was het zowel naar de Nederlandse overheid toe, maar ook naar het gemeentebestuur van Luik. Hè? Het gemeentebestuur. Maar mijn vraag ja, is, sorry. Ik snap het, maar was voor u als directeur van Servatius duidelijk wat het standpunt van het ministerie was? Want aan de ene kant kreeg u in eerste instantie positieve signalen. Daarna krijgt u duidelijke taal te horen, namelijk dat u een bom onder het stelsel legt met deze plannen. Vervolgens is het een
pilotproject. Hoe heeft u dat ervaren als directeur? Of was het voor u helder? Nou ja, dit, we gaan gewoon door en het is een pilotproject. Nou ja, kijk, van de kant van het departement was het natuurlijk niet helder, omdat daar werd eenvoudig weggezegd van dat de Nederlandse volkshuisvesting staat dit niet toe. U mag alleen maar in Nederland bouwen. Dat was het standpunt van het departement. En dus op enig moment ook het standpunt van de staatssecretaris. Op enig moment ook van de staatssecretaris. Ja, ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat u zelfs geen pilotprojecten van kunt maken, maar dat het gewoon een nee is. Ja, dat zou dan inderdaad de conclusie hebben kunnen zijn. Alleen wij hadden natuurlijk wat twijfels bij het standpunt van het departement dat de volkshuisvesting zich alleen maar tot het Nederlands grondgebied zou beperken. Omdat wij van mening waren, en zo gaf ik ook al in het begin aan, dat Servatius een stichting is, dus een private organisatie die ook gewoon met privaat kapitaal werkt. En de vrijheid van kapitaal is natuurlijk toch een van de grondbeginselen van de Europese Unie. Heel even terug naar uw plannen om te bouwen in Luik. Heeft u daar de brancheorganisatie Edis nog bij betrokken? Op enig moment is Edis daar natuurlijk bij betrokken, want die vond het natuurlijk allemaal reuze interessant wat hier gebeurde. Reuze interessant, wat bedoelt u daarmee? Nou, precies wat ik zeg. Je kan het op verschillende manieren interpreteren, reuze interessant, van u bent goed bezig. Dat zij natuurlijk ook keken van, ja, wat gebeurt hier? Hoe zit dat nu eigenlijk met het stelsel in relatie tot Europa? Ik bedoel, er is uiteindelijk ook nog een werkgroep Europa opgericht. Dat was overigens, dacht ik alweer, een paar jaar later. Mm-hmm. Omdat natuurlijk ook voor andere corporaties die in het grensgebied opereren, was het natuurlijk gewoon interessant om te weten van, ja, kan het nu wel of kan het nu niet? Maar ervaarde u hierin Edis als steun? Want... Jazeker. Okay. Ja, 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 ja. Dan is dat en overigens niet alleen van Edis, hè, voor alle duidelijkheid. Ook de gemeente Maastricht en de provincie Limburg, die vonden dit een goed initiatief. Helder. Uiteindelijk verbiedt niet oud-staatssecretaris Remkes, maar zijn opvolger, minister Dekker, het project in Luik. In december 2002 ontvangt u een vooraankondiging van een aanwijzing dat u moet stoppen met het bouwen in Luik of dat u daar niet mee verder mag gaan. En dat is in februari 2004 een definitieve aanwijzing geworden. U zelf bent in januari 2003 een juridische procedure gestart, ja, die uiteindelijk tot februari 2011 heeft geduurd. En die loopt tot aan de Raad van State en het Europese Hof. En iedere keer wordt corporatie Servatius in het gelijk gesteld. Zag u dat aankomen, dat u hier een sterke casus had, dat u ook echt de juridische strijd bent aangegaan? Zeg maar, naarmate de procedure voortschreed, werd het natuurlijk wel duidelijk dat het stelsel inderdaad niet Europa-proof was. Het heeft uiteindelijk ook meer dan 10 jaar geduurd, heb ik achteraf begrepen, tussen zeg maar Den Haag en Brussel om een regeling te treffen waardoor het Nederlandse corporatiebestel wel Europa-proof is geworden. En in de loop van de procedure, zoals ik al zei, zagen wij natuurlijk onze argumenten steeds sterker worden. We deden natuurlijk ook beroep op mensen die dus zeg maar gewoon deskundig waren op het gebied van het Europees recht. Mm-hmm. En er kwam natuurlijk nogal wat support zo links en rechts. Dus wij zagen wel van, hey, dit is er toch wel een hele goede casus. Dus wij hoeven hier niet te stoppen. Laten we de zaak gewoon juridisch maar proberen voor te leggen en te kijken wat dat oplevert. Ja, is dat ook wat u eerder bedoelde met de opmerking, het was niet Servatius die verschilde van mening van het ministerie, maar het ministerie verschilde van mening van Servatius? Ja, omdat, wat ik u eerder zei, wij hebben geprobeerd om het pilotproject de status te geven van experiment, hè, dus onder begeleiding van de stuurgroep experimenten volkshuisvesting, ermee aan de slag te gaan. Dat is ook besproken op het departement, is ook voorgelegd aan het departement, maar men had daar geen trek in. Men bleef dus gewoon in de modus hangen van het mag niet en het kan niet. Ja, ja, dan ben ik niet degene, of Servatius niet degene, die het conflict opzoekt, maar dat is het departement. Ja, heeft de minister nog geprobeerd een rechtszaak te voorkomen? Nou, ik weet natuurlijk wel dat de minister 1 of 2 keer geprobeerd heeft om in een soort informele setting met Servatius te spreken om te proberen om het project te stoppen. Maar dat heeft niet geholpen. En daar heeft Servatius van gezegd, nee, dat doen wij niet. De zaak is nu verder onder de rechter. U heeft een aanwijzing gegeven. Dus laten we dat pad ook dan maar juridisch gewoon afwandelen. Ja. Wat heeft dat gedaan met de verhoudingen tussen Servatius en het ministerie? Want u zegt, er is een poging gedaan om vanuit het ministerie om een rechtszaak te voorkomen. De Servatius heeft gezegd, we gaan wel naar de rechter. Mm-hmm. Heeft dat nog gevolgen gehad voor de relatie? Nou ja, kijk, het hele feit dat Servatius natuurlijk dit project überhaupt had geantameerd. Daarmee hebben wij natuurlijk geen vrienden gemaakt in Den Haag. Dat heb ik me wel gerealiseerd. Ja.
Wat was uw motivatie om dan toch die strijd aan te gaan? Omdat wij ervan overtuigd waren dat wij een casus hadden die juridisch gewoon sterk was. En dat blijkt dus ook wel, omdat we keer op keer daarin door de rechter in het gelijk zijn gesteld. Ja. Dus dat was als het ware onze anker. Bovendien, dat project in Luik, wij waren natuurlijk inmiddels ook verplichtingen aangegaan. Met het gemeentebestuur, wij hadden grond gekocht, er was een architect aan het werk, dat project werd aanbesteed. Dus ook van die kant liep dat project. Ja, daar kan je natuurlijk ook niet zomaar de stekker uittrekken. Ja. Heeft het uiteindelijk ook die duidelijkheid opgeleverd voor de sector? Uitspraak van de rechter? Ja, goed, dat is dus na mijn tijd. Hè, want er kwam pas in de loop van 2009 kwam er een uitspraak van het Europees Hof. Hè. Overigens was dat niet echt een proces, maar dat was eigenlijk meer op verzoek van de Raad van State. Hè, die, even schetsen, de bestuursrechter in Maastricht, die gaf Servatius echt con amore gelijk in deze casus. En binnen 2 dagen kondigde de minister aan dat ze in hoger beroep ging. Dat hoger beroep diende bij de Raad van State. En de Raad van State zei toen van ja, als we kijken naar de Nederlandse wet, dan zou de minister een punt kunnen hebben dat het inderdaad niet is toegestaan. Maar betrekken we dus de Europese regels op deze casus, dan wordt het toch wel lastiger. Ja. Dus laten wij als Raad van State zogenaamde prejudiciële vragen stellen aan het Europees Hof, zodat er duidelijkheid komt van hoe het nou precies Europees rechtelijk zit. Nou, die vragen zijn geformuleerd door de Raad van State en daar heeft dus uiteindelijk het Europees Hof een klip en klaar antwoord op gegeven. Helder. Ik kijk naar mijn collega. Ja, nog even daarop doorgaand. Dat checkie roken, dat triggerde mij. Daar zei Remkes, u legt een bom onder het bestel, terwijl die bij het vorige werkbezoek toch nog redelijk positief was. Ik kan me voorstellen dat u dan zegt, hoezo een bom? Wat bedoelde Remkes nou precies? En waarom was hij van mening veranderd? Nou, kijk, ik had een andere opvatting. Ik zei van, ja, maar wij willen geen bom onder het bestel leggen. Zo simpel is het. En wat die bom dan precies mag zijn, ik had uiteraard wel een vaag vermoeden dat het over Europa zou gaan. Maar heeft u niet gevraagd? Nee, ik heb dat punt niet doorgevraagd. Maar want daar was ik ook niet in geïnteresseerd. Nee. Maar u vond het ook geen bom? Nee. Het was een ik experiment. Vind, als het stelsel niet Europa-proef is, en dat blijkt dus inderdaad, dat bleek dus al, zeg maar in 2000, 2002, ja, dan kun je moeilijk een corporatie verwijten ja. dat ze iets doen waardoor er een bom onder het bestel komt te liggen. Ik bedoel, dan denk ik, dan moet de Rijksoverheid zijn huiswerk beter maken. Okay. En zorgen dat het stelsel wel Europa-proef is. Maar het prangende punt was gewoon de grens. Ja. Want nogmaals, als wij 20 kilometer naar het noorden geïnvesteerd zouden hebben, hè, bijvoorbeeld in Sittard, dan had het wel dan krijg je applaus van de minister misschien wel. En omdat je het 20 kilometer zuidelijker doet, dan is hoongelach uw deel. Ja, dat is wel een beetje lastig. In een gebied waar de grens er natuurlijk ook gewoon veel minder toe doet. Ja. Want dat moet u zich natuurlijk wel realiseren. Als het nou wel was doorgegaan, waren daar dan Nederlanders gaan wonen of Belgen? Het was uiteraard een combinatieproject. Hè. Ik bedoel, er stond geen hek om in de zin van slechts 4 Nederlanders. Dus het was een combinatieproject. Uiteindelijk is ongeveer 10% vanuit Maastricht is daar gaan wonen. En de rest waren mensen die van elders kwamen. En het uiteraard ook een aantal Luikenaren. Okay. Ja. Goed. Van Luik naar de campus. Want dat is ook een heel interessant project. In november 2004 was de bedoeling dat in de buurt van de universiteit Randwijk zou een groot project komen met studentenwoningen, een groot sportcomplex en kantoorruimtes voor de universiteit. Uiteindelijk zou het de bedoeling zijn dat de woningcorporatie waaraan u leiding gaf dat samen zou doen en met de universiteit en met de gemeente Maastricht. Maar hoe raakt u nou betrokken bij dat idee? De universiteit die heeft in 1999... Nee, ik moet anders beginnen. De Universiteit Maastricht die dateert van 1976. Toen is er bij de start van de universiteit is er door de Rijksoverheid aangegeven, u krijgt slechts geld voor onderwijs en onderzoek en alle andere faciliteiten zoals sport, studentenhuisvesting, etc. Daar geven wij geen geld voor. Dat moet u maar regelen met de lokale partijen. Dus de corporaties waren van oudsher, vanaf 1976, start van de universiteit, waren die ten nauwste betrokken bij de studentenhuisvesting in de stad. Ja. In 1999 kregen wij het verzoek van de universiteit van wij willen gewoon meer studentenhuisvesting en corporaties, kom maar met ideeën hoe dat zou moeten. En Servatius had net een beleidsplan het licht doen zien, waarin was aangegeven van wij hebben nu 500 studenteneenheden.
En dat zou er eigenlijk meer moeten zijn, hè? Want als je ziet, de studentenpopulatie is gemiddeld 12% van de totale bevolking. Dus je zou ook moeten naar een percentage in je woningbestand voor studenteneenheden. Dus toen zijn we ingegaan op de uitnodiging van de universiteit. En toen hebben wij het idee van een campus neergelegd. Omdat, zeg maar, SEC, studentenhuisvesting, daar hadden wij zoiets van, dat is waarschijnlijk toch niet heel erg waardevast. Dus laten we proberen om een combinatie te maken van enerzijds studentenhuisvesting, anderzijds sportvoorzieningen, want daar ontbrak het ook gewoon aan goede sportvoorzieningen. Maar combineer het dan ook met bijvoorbeeld bedrijfsruimte voor startende ondernemers die vanuit de universiteit een duwtje in de rug krijgen om zich na hun studie als beginnend ondernemer te vestigen. Dus die combinatie, daar ging het om. En wij kregen dus inderdaad, kennelijk vond de universiteit dat beste plan. Dus die hebben toen tegen ons gezegd, oké, wij gaan met jullie in zee. Nee, daar is toen een letter of intent voor afgesloten, om dit plan uit te gaan werken. Goed. Nou, het lijkt niet onlogisch, hè, dat je dan de samenwerking zoekt als je allemaal een gemeenschappelijk belang hebt. Uit wiens brein kwam het nou bij Servatius? Kwam het uit uw brein of kwam het uit de Raad van Toezicht? Wie gingen daarmee actief aan de slag? Nou, kijk, het idee van dat er dus meer studentenhuisvesting moest komen, dat was natuurlijk, dat werd gewoon organisatiebreed werd dat gedeeld. Dat lag ook gewoon vast in het beleidsplan. Ik weet wel, een van de leden van de Raad van Toezicht, de heer Vekkers, die was op dat moment werkzaam bij de universiteit. En die kwam met het idee, en die hield zich ook bezig met allerlei nieuwe bedrijfjes in de markt zetten. Dat was zijn taak onder andere binnen de universiteit. Die kwam toen met de suggestie om dus naast studentenhuisvesting en sporthal, om dus ook die kantoorruimte aan te bieden of te realiseren. Ja. Dus het is eigenlijk een soort combinatie geworden van wat er binnen de organisatie aan ideeën leefde. En zeg maar het specifieke idee van de heer Vekkers om dus ook voor startende ondernemers ruimte te bieden in die campus. Ja, dus Vekkers zat eigenlijk op drie sporen. De studenten, de universiteit en de startende ondernemers. Ja, ik begrijp niet wat u met drie sporen bedoelt. Nou ja, hij had misschien wel drie petten op, omdat hij in de raad van, hij was voorzitter van de Raad van Toezicht. Nee, hij was toen geen voorzitter van de Raad lid van Toezicht. Lid van de Raad van Commissarissen. Hij was lid van de Raad van Toezicht, ja. En hij zat bij de universiteit, ja. Had hij een rol. En u zei, hij was bezig met ondernemingen voor startende ondernemers. Ja. 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 En in zoverre zeg ik zit dat drie petten. Sporen. Ja, goed. Ja, dat bedoel, hij heeft inderdaad die drie... Het is geen waardeoordeel, nee, het is meer een constatering. Laten we dat even proberen vast te houden, dat het geen waardeoordeel is. Nee, die meneer die had drie petten op. Okay. En dat heeft natuurlijk, dat had dus in deze wel zijn nut. Ja. Want dat was natuurlijk gewoon een heel creatief idee om bij die campus ook ruimte voor startende bedrijfjes neer te zetten. Ja. Nou, wat dan opvalt in het hele project is dat toch wel de woningcorporatie een beetje de voortrekkersrol neemt. Ja. En kunt u dat uitleggen in hoeverre dat dan past binnen het taakveld van de woningcorporatie? Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk, zeker na 2009, heb ik heel vaak in de media gezien dat de campus een commercieel project was. Nou, dat is natuurlijk gewoon kletskoek. Het was geen commercieel project. Als je even kijkt naar de investeringen, en werd er dus ruim 100 miljoen geïnvesteerd in studentenhuisvesting en 65 miljoen in de sporthal en de aanverwante voorzieningen. Dus de studentenhuisvesting is dus een kerntaak van corporaties. En zeker in Maastricht, omdat, zoals ik eerder zei, de universiteit geen geld heeft gekregen vanuit het Rijk om de studentenhuisvesting te realiseren. Maar moet ik het dan zo zien dat het project met name om de studentenhuisvesting ging en dat de rest secundair was? Nee, u moet het zien als een integraal project. Kijk, als je bijvoorbeeld een woonzorgcomplex bouwt, dan volsta je ook niet alleen maar met wooneenheden, maar dan maak je daar ook kantoorruimtes voor personeel en ook een recreatiezaal bij. Nou, de recreatiezaal voor studenten is de sporthal. Ja. Dus die combinatie is helemaal niet gek. Nee. Dus voor u was het een logische combinatie? Zeer zeker, ja. Okay. Nou, het zou ook heel groot worden, die campus. En architectonisch zou het ook een hoogstandje moeten worden. Want u had een Spaanse architect in de arm genomen, Santiago Calatrava. Die is heel bekend van Valencia, daar heeft hij heel veel neergezet. Maar dat was ook een hele dure architect. En de vraag is, waarom kiest een corporatie bij de realisatie van studentenwoningen, waarbij onze eerste associatie is klein, sober en goedkoop, voor zo'n dure architect? Omdat, zeker in die tijd, de campussen toch een beetje de uitstraling hadden van dat het allemaal wat rommelig was. En dat als je als corporatie iets neerzette,
Dan had je toch binnen 10 jaar grote problemen. Dus wij wilden 2 zaken. Op de eerste plaats wilden wij inderdaad een kwalitatief hoogwaardige voorziening voor studenten. Dus niet zo'n rommelig zootje als bijvoorbeeld, de Uilensteden hier in Amsterdam of in Utrecht. Maar we wilden iets hoogwaardig. Ook omdat met name de gemeente Maastricht natuurlijk inzetten op hoogwaardige architectuur. Dus je kon sowieso niet aankomen met een architect van om de hoek. Dus dat was het ene punt. Het andere punt was dat wij ook wilden dat dat gebouw een enorme open uitstraling zou hebben. Omdat natuurlijk, dat zie je wel vaker, dat de studentencampus toch een wat incestueus naar binnen gekeerd voorzieningen zijn. Dus we wilden een zeer open gebouw. Nou, Calatrava die voldeed prima aan die omschrijving. Dus daarom zijn wij met Calatrava in zee gegaan in 2000. Heeft u nog, voordat u met hem in zee ging, nog even onderzoek naar hem gedaan over zijn werkwijze en over hoe dat normaal gesproken gaat met de kosten en zo? Jazeker. We hebben natuurlijk wel rondgekeken. En ons was natuurlijk ook al, dat werd zeker in de loop der jaren, kwam dat geluid natuurlijk steeds sterker naar voren, dat Calatrava erg duur was. Ja, dat wisten wij wel. Want dat is natuurlijk ook een kwaliteit van zijn architectuur. Dat de verhouding tussen vierkante meters en kubieke meters, dat die heel ongunstig is. Dus daar hebben we natuurlijk heel erg op gestuurd. Bovendien was het zo dat wij waren uiteindelijk natuurlijk toch een particuliere opdrachtgever voor hem. En zijn meeste opdrachten die kwamen toch vanuit verschillende overheden. Ja, en dan zie je toch dat wethouders of gouverneurs of burgemeesters, ministers, die willen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk in hun periode nog de eerste paal slaan of het project openen. Dus het effect van heel veel opdrachten van Calatrava is dat die dus onvoldragen, niet gedetailleerd genoeg, niet uitgewerkt genoeg worden aanbesteed. Ja, en dan is het natuurlijk kassa voor de aannemer. Dus dat wisten wij natuurlijk op voorhand dat dat probleem er zou zijn. Ja, want u snijdt dat punt zelf aan. Hè? Ja. Calatrava heeft echt een topnaam. Hij is echt een architect uit het topsegment. De andere kant van het verhaal is dat zijn rekeningen fors zijn, maar vaak ook niet realistisch en later veel duurder blijken te zijn. Nou, u geeft als voorbeeld dat de overheid graag natuurlijk wil dat in de tijd dat de wethouder er nog zit, dat hij dan de eerste paal kan slaan. Dat snap ik ook wel. U bent de woningcorporatie. En de vraag is dan hoe zich dat verhoudt. Want het is toch en duur en het is niet altijd even realistisch. En dat bleek ook wel, want in oktober 2005 waren de kosten al verdubbeld met de raming. Ja, u zucht, maar het is wel. Kijk, ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk ook weer zo'n misverstand. Want als je namelijk het programma van eisen uitbreidt, dan stijgen de kosten ook. Ja. Toen wij in 1999, 2000 begonnen met, hadden wij een tamelijk bescheiden programma. En dat is in de loop van de jaren door wensen vanuit de universiteit, maar ook inderdaad door opvattingen van Calatrava over het stedenbouwkundig ontwerp, hebben wij gezegd, oké, laten we dan het project inderdaad uitbreiden. Ja. Dus het feit dat die kosten stijgen, heeft dus gewoon alles te maken met een uitbreiding van het programma. Oké. Dus er was eigenlijk geen mogelijkheid om dat nog laag te houden? Of bij de eerste offerte, zeg maar? Nee, omdat Calatrava die bedong een percentage van de bouwkosten. Ja. En dat lag gewoon vast in het contract. Oké. Want over dat contract, hè, daar is ook kritiek op. Er is nadat het allemaal mis is gegaan, is er een zogenaamd IFO-onderzoek geweest. Er is een rapport geweest en daarvan hebben de onderzoekers gezegd, wij verwijten Verzeilberg dat hij niet eerst extern juridisch advies heeft ingewonnen. U heeft daar hoor en wederhoor kunnen plegen en toen heeft u gezegd, nou, dat is flauwekul, want het is een standaardcontract. En welke jurist je ook neemt, niemand heeft echt verstand van moeilijke architectonische ontwerpen. En dus ik had het wel kunnen doen, maar dat had eigenlijk niks opgeleverd. En toen hebben zij gezegd, juist het feit dat u zich met een man als Calatrava inliet, had juist een reden moeten zijn om juist wel externe support te zoeken. Ja. En daar bent u niet meer op bevraagd, want dat was de conclusie van het IFO. Maar mijn vraag is, wat is nu uw reactie erop? Ja, nou ja, ik neem aan dat we over het IFO dat nog wel verder ter sprake zal komen. Anders zal ik het zeker zelf ter sprake brengen in een latere fase van dit gesprek. Maar wat dat contract met Calatrava aangaat. Even een punt van orde, meneer Verzeilberg. Ja. Het is een verhoor, dus we stellen vragen. Ja, ja, dat niet zelf ik wel. Iets naar keuze te nee, brengen. Dat was ik ook ik zeker niet van plan. Maar ik neem ongetwijfeld aan dat dat nog wel ter sprake zal komen. Ik geef het u toch even mee. Dank u wel, meneer Verzeilberg. Dank u wel. Het was dus een contract gewoon naar Zwitsers recht. Dus het was eigenlijk een redelijk standaard contract.
Het enige punt is wat je moet beoordelen is de moeilijkheidsgraad. Want daar hangt dus ook het honorarium van de architect van af. En dat hebben we uiteindelijk uitonderhandeld. En daar is dus het percentage van 10,25 uitgerold. Van de bouwkosten. Van de bouwkosten, dus minus de installatiekosten. Er is dus overigens wel door een jurist nog naar gekeken. En die zag daar dus helemaal niks vreemds in dit contract. En wie was dat dan? Dat weet ik niet. Ik denk dat de huisjurist van Servatius was. Dat was Van Brevoort en Termeulen. Dat was een advocatenkantoor in Woerden. Waar Servatius wel vaker zaken mee deed. Oké, maar dat zouden we bij Servatius kunnen opvragen? Dat denk ik wel, ja. Ja. Okay. Nou, u heeft u zelf gezegd, het werd zo duur omdat wij aanvullende eisen hadden. Is er nooit een moment bij u geweest dat u dacht van ja, maar nu wordt het wel heel duur. Het is natuurlijk mooi om daarin mee te gaan en uit te breiden en nog mooier. Maar zijn er momenten geweest dat u dacht, nou, nu wordt het echt gek, want het gaat wel om studentenhuisvesting. En de kosten reizen de pan uit. Nou ja, of zag u dat anders? Nou, we hebben natuurlijk in 2005, toen is het project voor een eerste keer is dat project aanbesteed. Ja. En daar kwam dus een bedrag uit vele tientallen miljoenen hoger lag dan de begroting in de tijd. Ja, toen hebben we natuurlijk wel moeten nadenken van ja, hoe gaan we nu verder? Ligt dat nu aan het ontwerp? Of ligt dat aan de aannemer die te weinig gevoel heeft bij dit ontwerp? Dus dat is natuurlijk wel zo'n moment geweest dat je denkt van gut, waar zijn we mee bezig? Zijn we op de goede weg met dit project? Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo dat je natuurlijk niet alleen naar de kosten moet kijken, maar je moet natuurlijk ook kijken naar de opbrengsten. Ja. Ik bedoel, is het een project wat zich uiteindelijk, inclusief een onrendabele top op de studentenhuisvesting, of zo'n project zich terugverdient in de loop der jaren of niet. En dat had dan met name in die kantoorruimte moeten zitten? Dat zat in de sporthal en in de kantoorruimte, omdat de studentenhuisvesting, daar zat een onrendabele tekort op. Overigens zeer gebruikelijk in de sociale huisvesting. Dus dat tekort was bij elkaar iets van 14 miljoen. En de andere elementen die waren kostendekkend. Maar bijvoorbeeld die kantoorruimte voor startende ondernemers, zit daar dan geen onrendabele top op? Nee. Omdat je bij mensen die net afgestudeerd zijn en een eigen zaak willen beginnen, kan je niet verwachten dat ze zomaar een smak geld op tafel kunnen. Nee, dat was ook zo. Dus wij richten ons zeg maar niet op de startende ondernemer die met zijn diploma net op zak begint. Want die begint dan meestal ergens tussen de schuifdeuren of op een zolderkamertje. Ja. Dus het ging eigenlijk om de fase daarna. Dus daar mikten wij op, wat betreft de studenten, mikten wij natuurlijk toch vooral op maar de masterstudenten. Bij de start van het project leek het alsof u zei van, nou ja, dat is mensen die komen van de universiteit af en die willen wat gaan beginnen. En die kunnen daar dan meteen doorstromen. Zo'n die loket zullen er ook toch tussen gezeten hebben, bedoel. Maar het was dus, kijk, wij hoefden die kantoren niet onder de marktprijs te verhuren. Ik bedoel, wij hoefden daar ook geen heel hoog rendement op te halen. Dus bedoel, we hadden daar verder geen commercieel belang bij. Maar uw conclusie is, het zou uiteindelijk kostendekkend worden. Zeker, ja. Maak even een zijsprongetje, want we hoeven het niet alleen over geld te hebben. De vraag is een beetje hoe je die campus moet duiden. En collega Hartje vroeg net, hoe ziet u de activiteiten van de woningcorporatie? In die tijd was er een ministeriële richtlijn die zei van nevenactiviteiten mag je niet zomaar doen als woningcorporatie. Moet je eerst melden aan het ministerie, moet je eigenlijk toestemming voor krijgen. En de vraag is of die kantoorruimtes waar we het net over hadden en ook de exploitatie van de sporthal moeten worden gezien als nevenactiviteiten die gemeld moeten worden. En wij weten dat u het niet gemeld heeft aan het ministerie. Kunt u ons uitleggen waarom u de campus niet heeft gemeld als nevenactiviteit? Nou ja, kijk, omdat in eerste instantie het waarborgfonds had aangegeven dat zij het hele project wilden borgen. Inclusief de sporthal en de kantoorruimtes. Ja. Dus het project had oorspronkelijk de status van dit is uitsluitend sociale woningbouw. Mm-hmm. In 2005 was dat dus het standpunt ook nog van het waarborgfonds. Toen kwam, meen ik voor het eerst, kwam het departement langs om eens te informeren van waar bent u allemaal mee bezig. En toen waren we overigens dus al 5 jaar bezig. En toen werd op enig moment aangegeven door het departement van, nou, dit project is een te groot risico voor Servatius. Alleen de Servatius moeten in ieder geval, het kantoorgedeelte en de sporthal, die zouden ze niet alleen mogen ontwikkelen. Nou, toen is dus zeg maar die bal gaan rollen om daar met andere partijen, et cetera, een mouw aan te passen. Dus toen werd het eigenlijk pas voor het eerst duidelijk dat het hier dan om een soort nevenactiviteit ging voor wat betreft het commerciële
Of zeg, wat betreft het gedeelte sporthal en kantoren. Maar voordat u het aanmeldde bij het Waarborgfonds, hè, om daar die borging te krijgen, toen dacht u zelf nog steeds van, dit is gewoon volkshuisvestelijk en het is wat ruimer opgezet. Ja. Maar het is geen nevenactiviteit. Dat klopt. En ik weet nog goed dat in de tijd in de correspondentie of in de gesprekken met het departement door ons ook werd aangegeven van, ja, je moet het ook zo zien van, wat een recreatiezaal is in een bejaardenhuis, is een sporthal in een studentencomplex. Ja. Dus zo gek is dat allemaal niet, dat wij hier het project eigenlijk alleen maar als een sociaal woningbouwproject definiëren. Ja. Nou, u heeft het zelf gezegd, het ministerie komt langs, die beoordelen dat en die zeggen, nou ja, die andere takken behalve die studentenhuisvesting, dat is eigenlijk een commerciële activiteit. Het is ook buitenproportioneel wat het allemaal moet kosten, ook door die Calatrava, in verhouding tot die studentenhuisvesting. Nee, over de kosten heeft het departement zich nooit uitgelaten. Nee? Sorry dat ik u onderbreek. Oké. Nou, volgens ons heeft het ministerie gezegd, het commerciële deel van het project is buitenproportioneel ten opzichte van het deel studentenwoning. Ja, dus nee, omdat dat lijkt op iets zeggen over de kosten, maar goed. Ja, maar Gert, dat is natuurlijk meer een definitiekwestie, omdat toen speelde natuurlijk ook al de vraag van, wat moeten wij binnen de sector volkshuisvesting nu precies onder maatschappelijk vastgoed verstaan? En dat maatschappelijk vastgoed, dat werd dan weer gerelateerd aan het aantal wooneenheden wat je in een bepaalde wijk hebt. Dus als je in een wijk veel wooneenheden hebt, mag je verhoudingsgewijs ook veel maatschappelijk vastgoed bouwen. Nou, en er was binnen het departement, waren er wel stemmen die vonden dat zeg maar, die sporthallen en die kantoren, dat je die eigenlijk wel als maatschappelijk vastgoed kon duiden. Want je zag natuurlijk dat de discussie binnen het departement, die werd wel wat ruimer over wat nu wel en niet onder maatschappelijk vastgoed werd verstaan. Dus het leek alsof daar toch wel een oplossing voor was en een mouw aan te passen viel. Behalve dan dat Servatius natuurlijk niet als enige die sporthal kon investeren. Dat wel. Maar het lijkt erop dat het over de kosten gaat. Hè? Dat je de kosten hebt van studentenhuisvesting en daarnaast al die andere dingen. Of gaat het om de omvang? Het gaat om de verhouding. Ja, maar welke verhouding? Tussen het sociale deel en het niet-sociale deel. En de verhouding was dus 103 miljoen voor de studentenhuisvesting. En dus zeg maar 62 voor de sporthal en de kantoren. Om die verhouding ging het. Dus het meeste geld zat wel in de studentenhuisvesting? Zeg uiteraard. Ja, anders waren we er natuurlijk niet aan begonnen. Nee. Nou, uiteindelijk zegt het ministerie tegen u, nou, we willen er wel naar kijken, maar dan moet er een vennootschap worden opgericht. Tussen de universiteit, de gemeente Maastricht en Servatius. Nou, volgens mij zei de minister dat Servatius het niet alleen mocht doen. Ja. Okay. Dus als wij het zou er minder toe doen met welke andere partijen wij dan die BV, welke andere partijen als aandeelhouder zouden toetreden. Maar het lag voor de hand dat Het lag daar voor de hand, omdat in een eerdere fase zowel de universiteit, de provincie Limburg als de gemeente Maastricht alle drie een miljoen hadden toegezegd. Ja. En toen hebben wij voorgesteld van, nou weet u, laten we dat miljoen dan omzetten in aandelen. En dan gaat u op deze manier mee participeren in die BV. En die BV die wordt dan straks ook de eigenaar en de exploitant of de verhuurder van het sporthal en de kantoren. Maar dus peanuts bij die 160 miljoen die u net noemde dan als een miljoen? Ik heb het hier over het aandelenkapitaal. Okay. En bijdrage in de exploitatie van de sporthal. Ja, u noemt dat peanuts. Ja, ik vind dat geen peanuts, 3 miljoen. Yes. Nee, maar even in de verhouding tot u zegt van het kost 103 miljoen voor die studentenwoningen en 63 miljoen voor die andere activiteiten. Ja. Dus het leek er even op dat als zij dan 1 miljoen bijdragen, dat het heel weinig is. Maar dat was alleen maar. Dat was in de exploitatie, niet in de investering. Daar is nooit over gesproken. Nee, want wie zou dan die investering betalen? Oorspronkelijk zou de Servatius het geheel doen. Het Waarborgfonds zou het geheel ook borgen. Ja. Maar vanaf 2005 werd dat anders. Dus toen moesten wij uiteraard ook op zoek naar externe financiers. Nou, en dat. Maar goed, daar kom ik dan denk ik straks op. Uiteindelijk zou dat in onze optiek dus de Europese Investeringsbank hebben moeten worden. Oké. Nou, naast het ministerie die voorwaarden stelt, krijgt u ook met de Raad van Commissarissen te maken die zeggen, ja, we moeten dat wel ook gaan borgen, zeg maar, dat we die samenwerking met die andere partijen, dat we dat op een goede manier vormgeven. Nou, ik noemde net even het idee van een vennootschap om die op te richten, maar je kan natuurlijk ook op andere juridische constructies kan je denken. Uiteindelijk is dat nooit gerealiseerd. Hoe komt dat? Nee,
De BV Campus is wel degelijk opgericht. Er liepen gesprekken met zowel de gemeente als de universiteit om toe te treden als aandeelhouder. Ja. Dat zijn gesprekken geweest die zijn zo'n beetje gestart in 2007, 2008. Want het heeft nogal wat tijd gekost om die BV op te richten en met name om die aandelenverhoudingen goed te regelen. Want daar speelden nog een paar fiscale problemen. Dus daar is ook met het ministerie en het Centraal Fonds overleg geweest hoe je dat het beste kon doen. Maar dus op enig moment heeft Servatius na juli 2008 de BV Campus opgericht. Want die BV Campus die zou dus ook de opdrachtgever zijn voor de bouw. En dat wie zaten erin? Daar zat op dat moment alleen Servatius in als aandeelhouder. En er liepen dus nogmaals gesprekken met de universiteit en de gemeente Maastricht om toe te treden tot aandeelhouder. Maar niet te snel, want dat was ook niet nodig. Hè? Omdat vanuit het departement was duidelijk geworden van die aandeelhouders moeten er zijn op het moment dat u met de exploitatie start. Die hoefde er dus niet te zijn wanneer we met de bouw zouden starten. Oké, dus u zegt ik heb eigenlijk wel aan de voorwaarden van het ministerie in de Raad van Toezicht voldaan. We waren in gesprek. Die club is opgericht. Ja. Alleen die andere twee zaten er nog niet in. Die waren nog geen aandeelhouder. Nee, klopt. Nee. Omdat, kijk, van de gemeente Maastricht, die aarzelde. Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn. Ja. Ik had dat met de wethouder besproken. Die vond dat een prima idee. Toen werd het ambtelijk uitgewerkt. En toen kwam er toch het advies vanuit de ambtelijke organisatie van de gemeente Maastricht van nou, laten we maar eventjes pas op de plaats maken, want de gemeente die participeert al in heel veel BV's. Bovendien weten we niet in hoeverre hier staatssteunregels zouden worden overtreden als wij toetreden als aandeelhouder. Dus de gemeente Maastricht maakte wel wat terugtrekkende bewegingen. De Universiteit Maastricht die maakte die bewegingen helemaal niet. Alleen daarvan zeiden we, wij willen eigenlijk pas dat u toetreedt op het moment dat wij ook de contracten hebben getekend. Want wij wilden voorkomen dat de universiteit in een soort dubbele positie kwam. Dus enerzijds als aandeelhouder mee zou kunnen beslissen over wat er in de contracten zou moeten staan. Ja. Over de verhuur en de huur van de sporthal en de kantoren. Dus de universiteit die werd verzocht van wacht u nog even met toetreden totdat we dat onderdeel ook geregeld hebben. Maar het ging juist om de exploitatie, dat samenwerkingsverband, toch? Ja. Ja, zeker. Okay. Nou, de bouw die start in november 2008 en eind januari 2009 dan wordt die weer stilgelegd. Omdat er een aanpassing van het ontwerp nodig zou zijn. Zou onder andere andere gevelbekleding moeten komen? Nee. Niet? Nee, er was een discussie over de dilatatie van het gebouw. Oké, legt u eens uit. De Servatius, of Calatrava die had oorspronkelijk een gebouw gemaakt. Dat eigenlijk als een soort heel stijf verband zou fungeren. Net zoals je bijvoorbeeld een brug maakt. Die maak je bij wijze van spreken uit één stuk, anders heb je een probleem. En dat had hij dus ook gedaan. En wij zeiden, ja, dat is helemaal niet nodig. Dat kost bovendien, kost dat ook gewoon heel veel extra staal. Dus we hebben toen heel lang moeten discussiëren met Calatrava of het gebouw dan toch niet in mootjes zou knippen. Dat heet dan in vakjargon dilateren. En uiteindelijk waren we met Calatrava wel uit die discussie. Maar toen lag dus vervolgens de werkorganisatie van Calatrava een beetje dwars. Dus wij konden inderdaad op enig moment, eind 2008, konden wij gewoon niet verder. Omdat dus de bestekstekeningen waarin die dilatatie was opgenomen, die waren gewoon nog niet klaar. Dus we konden even niet verder op de bouwplaats. Dus toen is dat stopgelegd in januari. En uiteindelijk zouden we dan in april weer zijn doorgegaan. Oké. Dus het was een tijdelijke standstill. Ja. Ja. Oké, maar u had er wel steeds vertrouwen in dat het allemaal goed zou komen? Jazeker. Okay. Ja. Omdat er ook wel tegen werd gewerkt door zijn werkorganisatie? Ja. En waar bestond die tegenwerking uit dan? Nou ja, wat ik zei, dat zijn constructeur, die voelde zich natuurlijk toch een beetje opzij gezet. Omdat dus, die had uiteindelijk denk ik die dilatatie voorgesteld. En ja, die vond het niet leuk om toe te moeten geven dat het anders ging. En Calatrava had er overigens zelf ook moeite mee, want ja, je ziet dan wel een verschil van 1 of 2 centimeter in het gebouw. Ja, dan moet je dus echt met een vergrootglas kijken. Ja. En het is natuurlijk toch een architect die dat soort details opvalt en dat liever niet wil. Maar ja, wij zeiden, ja sorry, het scheelt al een miljoen aan kosten voor het staal. Bovendien is het helemaal niet nodig om een stijf gebouw te maken. Ja. Dus laten we nou gewoon om de zoveel kubussen proberen om een soort dilatatie aan te brengen. Het leverde voordeel op. Hè? Het leverde voordeel op, ja. Okay. Zeg maar constructief en financieel. Ja. Ja.
Nou, vrij kort daarna dan wordt u geschorst in maart 2009 door de Raad van Toezicht. En in juni wordt bekendgemaakt dat, dat ze afscheid van u nemen met ingang van oktober. Waarom eigenlijk? Ja, ik heb daar natuurlijk heel lang over nagedacht van wat er nou eigenlijk aan de hand was. Want ja, dat liep natuurlijk nogal vreemd. Die raad die had tot 1 januari 2008... had de raad een voorzitter waar ik al die jaren mee heb samengewerkt. Daarna kwam er een nieuwe voorzitter die binnen 5 maanden moest opstappen. Toen besloot de raad om voorlopig het maar even zonder voorzitter te doen en ook zonder iemand die verstand had van projectontwikkeling. Dus dat ging zo'n tijdje door. In die periode werden natuurlijk wel belangrijke beslissingen genomen, onder andere over de campus. En in december besloot de raad van we gaan nu de werving starten voor een voorzitter en een lid met verstand van projectontwikkeling. En toen kwam ergens in januari, februari, kwam er een naam boven van een lid, een beoogd lid, die in strijd met van alles en nog wat door die Raad van Toezicht werd binnengehaald. Want deze meneer, die was dus een voormalig projectontwikkelaar, terwijl heel nadrukkelijk in het functieprofiel stond dat er geen projectontwikkelaar vanuit Zuid-Limburg in de raad mocht komen. Nee. En het gekke van alles was dat op enig moment vond er een gesprek plaats binnen de Raad van Toezicht. En toen gaf die meneer aan, zijn naam is Peter Vink, ik wil hier wel komen werken, maar dan moet het beleid van deze organisatie moet maar 180 graden om, want zij koersen dit jaar op een tekort af en vorig jaar was er ook al een tekort, dus dat kan allemaal niet. En toen bedacht de raad van ja, dat is dan ook wat, dan moet die meneer Verzelberg maar opstappen. En dus een uur later, toen begon dus de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht. En toen werd mij dus meegedeeld dat ik werd geschorst. En ja, ik ben toen kwaad weggelopen, dus ik heb niet eens meer geluisterd naar waar het allemaal voor was. Ja. Maar achteraf gezien is het natuurlijk wel erg vreemd dat deze Raad van Toezicht kennelijk iemand van buitenaf inhuurde. Om u weg te om krijgen. Om even het vonnis te vellen, ja. Dus een soort, U heeft nooit eerder gevoeld dat het eraan zat te komen? Dat ja, natuurlijk waren er wel spanningen. En die spanningen hadden natuurlijk veel te maken met het feit dat die Raad van Toezicht eigenlijk vanaf 2008 minder consistent en minder sturing liet zien. Dat had natuurlijk alles te maken met het terugtreden, omdat gewoon de termijn erop zat van de voorzitter. Ja. Die had 3 periodes, had die servaties gediend. Dus die trad gewoon terug. En vanaf dat moment had die Raad van Toezicht, die liet toch een wat zwalkend beleid zien. Gewoon niet sterk genoeg. Ja. En daarin heb ik mij natuurlijk toch min of meer op verkeken. Want ik was natuurlijk toch gewend om, bij wijze van spreken, 10 jaar lang in een soort andere setting met die Raad van Toezicht te werken. Ja. Nou, staat u bekend als ambitieus en bevlogen. We hebben het persbericht erbij gehaald van wat Servatius heeft uitgegeven, toen u werd ontslagen. En daar werd gezegd verschillen van inzicht. Nou ja, dat heeft u eigenlijk ook wel genoemd. Tegenvallende resultaten, maar ook een gebrekkige verantwoording aan de Raad van Toezicht. Ja. Dat is een interessante, want u heeft al eerder het rapport van het IFO aangehaald. En als je dat rapport heel goed leest, dan zie je dus dat de leden van de Raad van Toezicht dus van mening verschillen over de vraag of zij nu volledig zijn geïnformeerd en of zij tijdig zijn geïnformeerd. En bedoel, die onduidelijkheid die loopt door tot en met februari 2014, omdat toen de rechtbank Den Bosch vonnis heeft gewezen over de aansprakelijkheid van die toezichthouders. En daar heeft de rechtbank ook van vastgesteld dat de Raad van Toezicht er niet in geslaagd is om de besluitvorming helder voor het voetlicht te brengen. Dus ook nog niet anno 2014. Dus dat was eigenlijk veel meer de discussie. Zij waren het dus onderling ook niet eens over de koers van de organisatie en over de vraag of zij wel of niet voldoende en tijdig door mij waren geïnformeerd. Heeft u dan wel eens in de tussentijd met uw vuist op tafel geslagen en zeggen, jongens, zo kunnen we niet werken? Nee, ik heb natuurlijk, kijk, zeker rondom de benoeming van dat lid belast met projectontwikkeling en de beoogd voorzitter, heb ik natuurlijk wel aangegeven waar mijn probleem zat. Er was toen ook al een traject opgezet
om een soort evaluatie te maken. En daarin heb ik natuurlijk toch gewoon in wat voorzichtige bewoordingen probeert uit te leggen van wat mijn kritiek op die raad is. Maar ja, je bent natuurlijk toch wel enigszins beperkt in de ruimte, want uiteindelijk is het toch ook je werkgever. Ja. Meneer Verzeelberg, als we nou de balans opmaken met dat campusproject, dan is de fundering is gelegd, maar daarna is het gestopt. En eigenlijk kent dit project alleen maar verliezers. Servatie zit met een grote schadepost. Gemeente Maastricht die kwam nog steeds met gebrek aan studentenhuisvesting. Ik noemde het al dat het... Ja, laat me even... Ik wil graag reageren, dat mag ook. Maar even uitpraten. En u bent zelf ook flink geraakt. U bent ontslagen, maar u bent ook aansprakelijk gesteld. En de rechtbank heeft dat gehonoreerd. En nou ja, het lijkt de schadepost te zijn van 66 miljoen. Dus dat klinkt allemaal niet fijn. En de vraag is dan, waar is het nou dan onderweg verkeerd gegaan? Want... Nou, misschien even op de eerste plaats. Die rechtszaak die loopt natuurlijk nog steeds. Ja. De rechtbank heeft in een soort tussenvonnis gezegd dat ik in beginsel 10 miljoen toewijsbaar is. Als gevolg van fouten die ik gemaakt zou hebben. Maar weet u, het vreemde is natuurlijk dat ik ben in maart 2009 ben ik geschorst. In november 2009, dus ruim een half jaar later, werd het project stopgezet. En ik heb meerdere pogingen ondernomen om de stukken die betrekking hebben op die besluitvorming rondom dat stopzetten, om die stukken boven water te krijgen. Enerzijds via een WOP-procedure, dat is me categorisch geweigerd door het departement. Vervolgens is er nog een keer geprobeerd in de rechtszaak om dus via het instellen van een incident om die stukken alsnog boven tafel te krijgen. Is ook niet gelukt. Dus ik weet nog steeds niet wat er nu feitelijk is gebeurd waardoor het project is gestopt. Oké, als we dan kijken naar uw rol, want ik kan me ook voorstellen dat u er wel slecht over heeft geslapen en dat het niet fijn is als als die bel van die 10 miljoen in je nek hangt. Zijn er nou momenten dat u dacht van, nou, ik had er eigenlijk nooit aan moeten beginnen? Of vindt u toch dat het een goed idee was? Nou, ik sta er nog steeds achter dat die campus een prima idee is. Als ik zie dat tegenwoordig allerlei commerciële ontwikkelaars zich op deze markt hebben gestort. Dat er huren worden gevraagd tussen de 600 euro en 1000 euro. Dan denk ik, dat was dus een goed besluit dat Servatius in de tijd heeft genomen om met die campus te starten. Bovendien is er op dit moment een tekort van ruim 1000 kamers in Maastricht. En zijn er inmiddels ook al 500 illegale kamers. Dus zo geweldig is die markt voor studentenhuisvesting op dit moment niet in Maastricht. Dus dit was een project. Daar is bijna 10 jaar aan gerekend en getekend. Dit project dat stond als een huis. Wat er gebeurde na mijn schorsing is dat de financiering onder dit project is weggetrokken. Waardoor het natuurlijk op drijfstand kwam te verkeren. Dat is uiteindelijk denk ik de belangrijkste oorzaak waarom het project is gestopt. Het heeft dus met niets met mij te maken, maar alles met de manier van opereren van de Raad van Toezicht na mijn schorsing. Ja, meneer Verzeilberg, u begrijpt dat we niet weg kunnen blijven van waardeoordelen. En daarom wil ik u toch vragen om te reageren op de verschillende petten die de heer Fekkes als lid van de Raad van Toezicht had en zijn betrokkenheid bij het campusproject. Wat vond u daarvan? Nou, kijk, Fekkes die heeft zich altijd uiterst terughoudend opgesteld waar het ging over de besluitvorming rondom de campus. Dat is natuurlijk een aantal keren is dat steeds teruggekomen in de Raad van Toezicht. En hij bemoeide zich eigenlijk niet met die discussie. Toen hij vanaf mei 2008 voorzitter werd, toen heeft hij eigenlijk toch op een vrij instrumentele manier die vergadering in juli geleid, waarin dus het besluit is genomen over de campus. Ja, ik weet dat vanuit de universiteit daar wel met scheve ogen naar werd gekeken. Over die twee petten van Fekkers. Maar ik moet u zeggen dat wij er binnen Servatius eigenlijk nooit last van hebben gehad. Eerder gemak. Ja, als ik u zo beluister, klinkt het aannemelijk. Maar als je heel zuiver kijkt, je zit in de Raad van Toezicht om te controleren. In dit geval ging het ook om het campusproject wat direct de universiteit raakt. Ja. Ik vraag het u nogmaals, ziet u daar geen probleem van belangenverstrengeling? Had u daar helemaal geen zorgen over? Ik had daar geen zorgen over. Want op de eerste plaats moet je dat soort dingen natuurlijk gewoon eventjes heel helder en duidelijk met elkaar stellen. En dat was hier dus ook zo. Dus
En bovendien, alle leden van de Raad van Toezicht, die hadden wel allerlei andere soorten maatschappelijke functies en zaten in allerlei netwerken. Dus ja, als je er zo strikt naar kijkt, dan had je eigenlijk tegen de Raad van Toezicht moeten zeggen van, weet u, wij gaan dus maar een aantal mensen vanuit Friesland of Groningen invliegen, want die hebben in ieder geval helemaal niets met deze lokale samenleving. Dus ieder lid van de Raad van Toezicht heeft iets met de lokale samenleving Maastricht. En dat is maar goed ook. Ja, dat lijkt me helder krijgen. Je moet er duidelijk over zijn. Maar de heer Fekkers, dat is toch een feit? Hij was toch ook aanjager van dit project? Nee, de heer Fekkers heeft hooguit het idee aangereikt van beperk je niet tot studentenhuisvesting en een sporthal, maar maak ook ruimtes voor startende bedrijven. Dat is het idee van Fekkers. Ja, maar laten dat nou net de twee punten zijn waarmee u straks, in ieder geval later in het traject met het ministerie, in discussie bent geraakt. Namelijk dat commerciële activiteiten zijn, nevenactiviteiten. Het zijn nevenactiviteiten, ja. Dat klopt, ja. Okay. Ja. Wat betreft die discussie met het ministerie, u gaf aan, u verdedigde ook waarom u vond dat dat geen nevenactiviteiten waren. Maar het ministerie haalde ook aan dat het met name ging om de te grote risico's die gemoeid gingen met die twee onderdelen van dit project. Ja. Zag u ook die risico's? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ieder project heeft risico's. Maatschappelijk ondernemen is ook niet zonder risico. Dus u begreep die zorgpunten die het ministerie had? Nou, ja, ik kon dat wel begrijpen. Overigens denk ik dat... Kijk, de risico's waren uiteindelijk toch gewoon beheersbaar. Hè? En nogmaals, wij hadden natuurlijk heel lang aan het project gewerkt. Dus wij verwachten op dat punt, in de kostensfeer, verwachten wij natuurlijk geen grote overschrijdingen meer. Dus het risico zat op dat moment alleen nog bij de exploitatie. Ja, en die is natuurlijk in zekere zin wellicht achterhaald door bijvoorbeeld de vastgoedcrisis. Maar ja, als ik nu kijk hoe commerciële ontwikkelaars zich op de markt voor de studentenhuisvesting storten, denk ik, nou, op het punt van die exploitatie zou het ook wel goed gekomen zijn. Wat me ook opviel is, u haalde ook bij het campusproject aan dat de wethouder, de bestuurder, in eerste instantie positief was en dat u later de ambtelijke kant van de gemeente daar toch wel wat vraagtekens bij heeft gezet. Dus u zag een terugtrekkende beweging. Het valt me op, want ook bij Luik, waar we het eerder over gehad hebben, gebeurde eigenlijk iets soortgelijks met staatssecretaris Remkes, die in eerste instantie positief is. En ik zeg maar in mijn eigen woorden, teruggefloten wordt door zijn eigen ambtenaren. Ziet u dat ook zo? Dat in beide gevallen bestuurders willen, maar dat ze uiteindelijk teruggefloten worden door de ambtelijke organisatie. Nou ja, goed, je moet vaststellen dat dat in beide keren wel zo is, ja. Ja. Wat deed dat met u? Ja, wat deed dat met mij? Dan zoek je dus een weg om alsnog de zaken geregeld te krijgen. En in het geval van de campus waren wij dus in gesprek geraakt met de Bank Nederlandse Gemeenten. Want die overwogen op dat moment het instellen van een vastgoedfonds, waar iets van 50 miljoen zeg maar, als aanvangskapitaal ingestort zou worden. Dus wij zouden dan dat vastgoedfonds als aandeelhouder hebben laten toetreden. Maar ik weet zeker dat er ook zeg maar, allerlei institutionele beleggers daar hadden willen instappen. Dus het was in die zin was dat geen onoverkomelijk probleem dat de gemeente Maastricht uiteindelijk terugtrekkende bewegingen maakte. Ja. Maar nog los van dit specifieke voorbeeld, u voelde zich in eerste instantie dus gesteund door bestuurders. En als vervolgens de vraagtekens, de terugtrekkende bewegingen plaatsvinden, was dat voor u eigenlijk alleen maar een motivatie om te zeggen van nou, ik knok me er doorheen. Want ik heb in eerste instantie toch echt wel steun gehad voor dit idee. Ja. Is dat wat ik eruit ja, zo kan concluderen? Ja, zou ik wel stellen, ja. Oké, ja. Helder. En dat werd natuurlijk ook gewoon verwacht binnen de organisatie. Ja. Dat je natuurlijk niet leidzaam aan de kant gaat zitten kijken wat er dan gebeurt. En mijn laatste vraag, in ieder geval voor deze ronde, is, u gaf aan met die nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, toen hij was aangetreden, heel snel kwam uw schorsing op tafel, dat u boos bent weggelopen, dat u eigenlijk niet de moeite heeft genomen om te horen wat er nou precies aan de hand was. Ja. Waarom? Ja. Is het niet verstandiger geweest om toch te horen wat daar... Nee, want dan zou je natuurlijk op dat moment waarschijnlijk... ik was zo ongelooflijk kwaad. Dus ik heb er niet naar willen luisteren. Ook niet na een nachtje slapen de volgende dag? Nee, dat is verder ook nooit meer echt helder geworden. Pas toen dat rapport van dat IFO boven water kwam, toen bleek dus dat Peter Vink als een soort deus ex machina door die Raad van Toezicht was binnengehaald om
mij een duw te geven. Ja. Dat bleek dus eigenlijk pas anderhalf jaar later. Ja. Toen kwam een beetje pas de... En je kunt je nog altijd afvragen waarom zo'n raad van toezicht dat uiteindelijk heeft gedaan. Ja, maar waarom wilde u het niet eerder dan dat half jaar wachten op, of anderhalf jaar wachten op dat rapport? Waarom wilde u zelf niet weten wat daar nou ja, precies is? Ja, omdat ik er vanuit gegaan was dat het dat er allerlei... ja, goed, ik zocht even naar een onparlementaire term, maar die hou ik dan toch maar even voor me. Ik was ervan uitgegaan dat daar geen waarachtige redenen voor gegeven zouden worden. Want dat zou namelijk hebben betekend dat ook de Raad van Toezicht zelf zou hebben moeten nadenken over hun eigen rol en hun eigen functioneren in die periode. En wat je ziet, is dat, natuurlijk, dat het zo langzamerhand een gezelschap mannen en één vrouw was, die gewoon onzeker waren geworden door die bestuurswisseling ook, door zeg maar, de portefeuille die wij hadden. En die was natuurlijk toch omvangrijk. Hè? Ik bedoel, er werd toch een investeringsvolume van rond de 500 miljoen lag er op de planken. Heel veel in de herstructurering, maar inderdaad ook in zo'n campusproject. Dus door een wat zwabberend beleid zag je dat die Raad van Toezicht toch wat... dat gebrek aan vertrouwen, dat onzekerheid, wantrouwen, ja, dat maar, bij elkaar zegt, genomen. U zegt daar eigenlijk mee, de Raad van Toezicht wilde niet zelf in die spiegel kijken. Dat denk ik, ja. Ja, maar ja. Mijn vraag is, wilde u zelf als directeur wel in de spiegel kijken? Ja, want wij hadden natuurlijk ook twee hijsessies nog met elkaar doorlopen, waarin heel duidelijk een ambitiedocument lag. Dat is ook door die Raad van Toezicht vastgesteld. En daar zijn natuurlijk ook afspraken gemaakt over, zeg maar, over de omgangsvormen en over het toetsingskader waar deze raad het handelen van de organisatie aan zou hebben moeten toetsen. Dus dat was allemaal, dat stond allemaal duidelijk op de rails. Voorzitter. Meneer Van Zijlberg, ik schors de vergadering voor 10 minuten. Oké. Okay. De bode zal u even naar buiten brengen.
Ik verzoek de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan mevrouw Hashi. Meneer Van Zaalberg, ik wil met u verder naar een andere aanvaring die u had met het ministerie. En het gaat over de periode april 2007, vanaf die periode, over het zogenaamde doorzakken van het bezit van servaties. Dat is dat duurdere huurwoningen en het commercieel vastgoed van servaties overgeheveld wordt naar een dochtermaatschappij. Zodat met dat bezit als onderpand leningen kunnen worden aangetrokken op de kapitaalmarkt. En daarmee worden dan investeringen gedaan en ook commercieel vastgoed ontwikkeld. Dat plan, dat doorzakken, dat is in juni 2005 ontwikkeld. Servatius heeft dat ontwikkeld samen met het bureau Finance Ideas. En mijn vraag is waarom u koos voor deze constructie? In 2005 kwam er een uitvoerig rapport van de Europese Unie, van mevrouw Kroes, over het corporatiebestel. En daarin werden een aantal constateringen gedaan. En een van de constateringen was dat Nederland met 2,4 miljoen sociale huurwoningen, dat Nederland daarin koploper is in Europa voor wat betreft dat aantal, verhoudingsgewijs. En toen stelde de Europese Unie voor dat Nederland misschien wel een derde van dat aantal woningen, 800.000 woningen, zou moeten verkopen. Zodat daarmee dan wat meer evenwicht op de huurmarkt zou komen tussen sociaal en particulier. Wij speelden met datzelfde idee op dat moment, omdat wij natuurlijk ook wel zagen dat het aantal sociale huurwoningen in Maastricht, dat was zo rond de 25.000, dat dat eigenlijk wel een heel fors aantal was. Dus toen hebben wij de heer Van der Schaar, die uw eerste getuige deskundige die hier langs geweest is, in de arm genomen om samen met de gemeente en de andere corporaties een keer te rekenen aan van wat is nu eigenlijk de ijzeren voorraad aan sociale huurwoningen die nodig is voor Maastricht. Dus daar kwam toen een rekensom uit. En op basis daarvan bedachten wij van, wij zouden dus inderdaad een substantieel deel van onze huurwoningen kunnen overbrengen naar een dochtermaatschappij. Want die huurwoningen waren natuurlijk in de loop van de jaren waren die steeds meer waard geworden. Dus wij zouden met de verkoop aan een dochter, zouden wij dus twee vliegen in één klap slaan. Op de eerste plaats zouden we dus met die verkoop financiële middelen genereren. Maar anderzijds zouden we ook voldoen aan, aan de wens van de Europese Unie, dat de Nederlandse corporaties een duidelijker onderscheid moesten maken tussen de commerciële woningen en de sociale woningen. Dus er moest als het ware een soort splitsing komen tussen het sociale gedeelte en dat commerciële gedeelte. Dus in de nevenstructuur van Servatius hebben wij uiteindelijk alle commerciële of alle huurwoningen ondergebracht boven de €525 per maand. Met als uitdrukkelijk doel om die woningen dus qua huur te laten stijgen naar de marktwaarde of naar maximaal redelijke huur. En ook het commercieel vastgoed. En er zaten ook nog 1000 sloopwoningen in. Dus uiteindelijk zijn er 4500 woningen zijn er dus overgebracht naar een dochtermaatschappij. Ja. Overigens is het zo dat u had het over die woningen als onderpand. Maar dat was dus in dit geval nadrukkelijk niet zo. Omdat het juridisch eigendom van deze woningen zit bij de woningstichting en alleen het economisch eigendom, dat zat in de dochter. En wat betekent dat economisch eigendom? Dat dus de huurpenningen dan, als de toekomstige huurpenningen, dat die als onderpand voor de bank dienen. Dus niet het bezit, maar de huurpenningen als onderpand voor de bank dienen om dus een leningen te verstrekken. Die is dus ook verstrekt, namelijk 200 miljoen door de bank. En
bij dat gegeven, bij dat onderzoek van wat is nou de beste vorm, met welke partijen, met welke banken zouden wij deze overdracht moeten financieren. Daarin heeft Finance Ideas ons ondersteund. Want uiteindelijk lagen er 7 of 8 offertes van de verschillende banken, omdat iedereen die wilde graag zaken doen met Servatius in deze operatie. In september 2007 geeft het ministerie aan dat u melding moet doen van die overdracht van dat bezit naar die dochtermaatschappij. Waarom deed u dat niet, dat melden? Omdat dat niet nodig was, mevrouw. En waarom was dat niet nodig, meneer Verzuilberg? Nee, in het BBSH was niets geregeld over de economische overdracht van woningen. Dat is pas 1,5 jaar later door het ministerie in het BBSH opgenomen. Dus niet op het moment dat wij daarover met het ministerie in gesprek gingen en dat het ministerie inderdaad zei, u moet melden. En wij zeiden, nee, dit is niet meldingsplichtig. Ja, zegt u daarmee dat de regelgeving dus destijds niet helder was op dit punt? Nou, onvolledig, zou ik zeggen. Oké, en dat was voor u reden om... Nee, het was geen reden om niet te melden. Het was, bedoel, de regels waren onvolledig, dus er hoefde ook niet gemeld te worden. Nee, maar daarom zeg ik ook, dat was ook de reden waarom u tegen de minister in een brief zegt, ik ga dit niet melden. Klopt, ja. Ja. Nee, dat is helder. Ja, en overigens kwam dat natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Wij hadden zelf al via AKD hadden wij onderzoek laten doen of het standpunt van de minister houdbaar was. Hè, want de minister heeft later ook gezegd van ja, dat is onrechtmatig. Mm. Nou, dat is nogal wat zeg als je zo'n kwalificatie... naar je hoofd krijgt. Dus we hadden dat uit laten zoeken door AKD. Was dus niet onrechtmatig, was niet meldingsplichtig. Ja. Vervolgens heeft ook de ING, die dus op die verkoop een lening heeft verstrekt van 200 miljoen, heeft vervolgens door een ander gerenommeerd advocatenkantoor, Hout of Buurma, ja, nog een keer bij wijze van second opinion laten uitzoeken, is dit nu wel of niet meldingsplichtig. Nou, dus ook in dit geval verschilde het ministerie van mening met Servatius en niet andersom. Ja. Maar de financieel toezichthouder, het CFV, die was tegen het doorzakken van het bezit. Heeft u contact opgenomen met het Centraal Fonds? Nee. Om de eenvoudige reden dat ook dat niet nodig was. Het Centraal Fonds heeft overigens gewoon later in een stuk... Centraal Fonds 2009, corporatie in perspectief. Daar staat heel keurig in, hè, want Servatius heeft dus per 1 januari 2008 dus die overdracht geëffectueerd. En in dat corporatie in perspectief, daar staat keurig in dat het totaal aantal woongelegenheden 7144 bedraagt en het totaal aantal woongelegenheden in verbindingen 4783. Dus het Centraal Fonds is gewoon uitgegaan van de realiteit van hé, daar zitten dus ruim 4000 woningen bij een dochter. Mm-hmm. En misschien niet onbelangrijk, het Waarborgfonds heeft dus ingestemd. Hè, er is een brief van 2 april 2007 waarin het Waarborgfonds akkoord gaat met deze overdracht. Ja, u loopt vooruit op mijn vraag. Oh, want dat is goed. Dat voorziet u heel goed. Het Waarborgfonds heeft inderdaad toestemming gegeven. U verwijst naar de brief van april 2007. In het openbaar verhoor met oud-directeur van de post van het Waarborgfonds kwam naar voren dat het WSW toestemming gaf onder ontbindende voorwaarden, namelijk dat het ministerie akkoord moet gaan. Heeft u dat ook zo begrepen? Ja, ik heb die brief er natuurlijk nog eens op nagelezen en dat heeft u ongetwijfeld ook gedaan. En het interessante is, ik kom daar 1 zinsnede tegen over het departement. Die zal ik u nu voorlezen. Overigens heeft het WSW vernomen dat het ministerie van Vrom op dit moment niet positief staat tegenover deze variant. Klinkt niet als een onbindende voorwaarde. Dat lijkt mij ook, ja. Dus dat klopt niet wat de heer Van der Post dat is in ieder geval niet in overeenstemming met deze brief waarin het Waarborgfonds akkoord geeft op de overdracht. Ja, en terug naar die tijd. Dus u zag het gewoon dat het Waarborgfonds u steunde in het doorzakken. En nou ja, het ministerie had er wat vraagtekens bij, maar dat was geen belemmering. Ja,
Ja, steunen. Kijk, het Waarborgfonds was natuurlijk heel simpel. Die had dus de leningen geborgd die onder die 4500 woningen zaten. Dus logisch dat het Waarborgfonds zijn vinger opsteekt op het moment dat je het onderpand weghaalt. Want zij moeten er natuurlijk van verzekerd zijn dat dan de leningen ook daadwerkelijk worden afgelost. En dat, daar gingen dus de voorwaarden van het Waarborgfonds over. Ja. Ja. Dat we dus het geld, het was, meen ik, dik 100 miljoen, wat er nog aan boekwaarde op die woningen zat. En dat moest natuurlijk worden geregeld, dat dat geld ook zou gebruikt worden om de leningen af te lossen. Ja. Daar ging het de discussie met het Waarborgfonds over en nergens anders over. Ja. Was het voor Servatius, voor u als directeur, duidelijk of het nou wel of niet mocht, dat doorzakken? Ja, mevrouw, omdat zowel AKD als Hout of Buurma en de bank, moet ik zeggen, allemaal duidelijk aangaven dat dit niet meldingsplichtig was. En u moet zich voorstellen dat als een bank ergens 200 miljoen insteekt, dat ze dan toch wel eventjes nagaan of dat allemaal wel klopt. Ja, maar tegelijkertijd, wat ik net ook aanhaalde, het Centraal Fonds, maar ook het ministerie, waren hierop tegen. En daarmee is ook mijn vraag, u heeft daar dus geen boodschap aan gehad, aan die twee mevrouw, van het Centraal Fonds weet ik niets, dat zij hier tegen waren. Het enige wat ik vaststel, is dat zij gewoon in hun statistieken de overdracht hebben overgenomen. Van het ministerie weet ik natuurlijk dat die tegen waren. Mm-hmm. Uiteindelijk is, tenminste, Servatius was een voortrekker als het gaat om dat doorzakken, want de brancheorganisatie Edis die stimuleerde eind 2007 ook andere corporaties om het bezit te laten doorzakken. Voelde u zich gesteund vanuit Edis? Zeker, ja. En uiteindelijk, die kwam natuurlijk een beetje laat, die brief van Edis, dat meer corporaties dit zouden moeten doen. Omdat het allemaal geëffectueerd moest worden voor 1 januari 2008. Want op dat moment ging dus de vennootschapsbelasting in. En zou je dus over de boekwinst op die overdracht vennootschapsbelasting hebben moeten betalen. Dus er stond in die zin ook wel enig tijdsdruk op, ook bij Servatius, om dat allemaal voor 1 januari 2008 notarieel geregeld te hebben. Het geld, in ieder geval voor Servatius, het geld wat vrijkwam vanuit dat doorzakken, ik zeg maar even heel simpel, dat heeft u gebruikt voor het commerciële deel van het campusproject. Vindt u dat dat in het belang van het volkshuisvestelijke belang is? Zeker. Dat geld is bedoeld voor investeringen in commercieel vastgoed en in onrendabele toppen bij sociale huurwoningen. En wij voorzagen op dat moment een onrendabele financiering in de sociale huurwoningen van rond de 50 miljoen. Dus daar zou dat geld uitstekend voor gebruikt hebben kunnen worden. Intussen is het geld ook gebruikt om te investeren in het commercieel vastgoed. Gewoon bij wijze van bouwfinanciering. Hè? Want dat is de gebruikelijke gang. Dat je dus tijdens de bouw iets financiert. En als het er staat, dat je dan overgaat tot definitieve financiering. Dus daar werd dat geld voor gebruikt. En dat was volstrekt legitiem. Dat vond niet het Centraal Fonds, want in november 2008 hebben ze een hard oordeel. En dat ging dan met name in dit geval over de transparantie van de risico's die het doorzaken met zich meebrengt. En het ministerie die komt in december met een vooraankondiging dat er gestopt moet worden met het doorzakken. Dus dat er een aanwijzing zou komen om dit stoppen te laten plaatsvinden. Mijn eerste vraag is, hoe werd er gereageerd vanuit de Raad van Toezicht van Servatius op deze ontwikkelingen? De Raad van Toezicht die heeft dit hele traject natuurlijk meegekregen. Eigenlijk vanaf 2005, hè, want toen zijn we al begonnen om de voorraad te splitsen in een sociale voorraad en in de marktvoorraad. In de loop van 2008 is dat dan uiteindelijk geëffectueerd, omdat ook die overdracht heeft plaatsgevonden. De Raad van Toezicht is in al die stappen hebben zij hier achter gestaan. En zij waren inderdaad ook van mening dat het niet meldingsplichtig was en dat dus Servatius de ruimte had in de regelgeving om dit te doen. En het was ook noodzakelijk om dat te doen. Want kennelijk, dat heb ik vorige week eigenlijk allemaal gehoord, werd er volop met allerlei derivaten geleurd. Nou, dan ben ik blij dat Servatius op dat punt dus een heel conservatief treasurybeleid heeft gevoerd, door namelijk het vermogen wat ze zelf al had, maar wat in die stenen vast zat, om dat vermogen gedeeltelijk vrij te spelen voor investeringen. En dus niet met allerlei flauwekulproducten, waar hier vorige week uitvoerig aandacht aan is besteed, maar gewoon heel conservatief. Maar terug naar mijn vraag. U trok dus samen op in dat geval met zeker de Raad van Toezicht? Ja. Oké. Ik kijk naar mijn collega.
Ja, ik heb nog even een paar punten. Toch even nog naar de rol van de minister en het ministerie. Want uit die brief van het Centraal Fonds maakt u op dat het ministerie niet positief was. Sterker nog, u zei hier van, ik wist wel dat de minister eigenlijk op tegen was. Maar u zet dat doorzakken toch door. En de vraag is, waarom doet u dat? En vindt u dat niet ongehoorzaam? Nee, als om uw laatste vraag, als de regels niet duidelijk zijn, dan kun je ook moeilijk spreken over gehoorzaam of ongehoorzaam. Dus dat is hier niet aan de orde. Ja, maar ja, zo kan je er tegenaan kijken. Maar de andere kant is, de minister neemt stelling, die zegt ik ben erop tegen. En u doet het toch? Ja, omdat namelijk het argument van de minister. De minister zei, wij kunnen geen toezicht houden. Nou, dat is eigenlijk is dat gewoon niet zo. Want wij hadden een speciale constructie, dat namelijk die dochtermaatschappij, die zou de status van een fiscale beleggingsinstelling krijgen. En dat betekent dat er binnen 9 maanden na afloop van het boekjaar moet alle winst die gemaakt wordt in die fiscale beleggingsinstelling moet terug naar de moeder. Dus dat geld kwam sowieso terug. Bovendien had de minister via de lijn van de toegelaten instelling ook zijn toezicht kunnen uitoefenen, om de eenvoudige reden dat het juridisch eigendom in de woningstichting is achtergebleven. Ja. En alleen het economisch eigendom is overgedragen. Dus de minister die kon gewoon toezicht houden op deze constructie. En ik begrijp ook werkelijk niet waarom het ministerie voorgesteld aan de corporaties. Want dan was er qua financiering van de opgaves, waren er lang niet zoveel ongelukken gebeurd als nu is gebeurd. Maar dat is een oordeel van mij. Maar uw oordeel is eigenlijk dat die minister er niet over ging. Die mocht hier geen stelling nemen, omdat het en niet geregeld was en omdat het juridisch eigendom toch ook bij servaties blijft. De minister had gewoon niet de goede argumenten. A, was het niet geregeld in het BBSH. Dat is pas 1,5 jaar na dato geregeld. Mm-hmm. En B, kon er wel degelijk toezicht worden gehouden door de minister op deze constructie. Oké, okay. U zei al, het wordt 1,5 jaar later wordt het geregeld. Hoe keek u überhaupt tegen de rol van het ministerie aan in de corporatiesector? Ook al omdat ze bijvoorbeeld aan u vragen van, nou meld het nou. Terwijl u dacht van ja, maar het BBSH, die vraagt er eigenlijk helemaal niet om. Dus jullie vragen dingen waar jullie niet over gaan. Nee, maar kijk, het ministerie zei niet alleen, u moet het melden. Het ministerie zei erachteraan, en als u het meldt, geven wij geen toestemming. Ja. Dus daarom zeiden wij, het hoeft niet gemeld te worden. Nee. En dan doen we het ook niet. Anders komen we weer in een oeverloze juridische strijd met elkaar terecht. Dat is hier helemaal niet nodig. Maar proef ik dan een soort minachting? Of dat u dacht van, ja, jullie weten niet waar je het over hebt bij het ministerie? Nee, kijk, ik denk, maar goed, dat zal wellicht de komende weken blijken, dat het ministerie kennelijk toch andere belangen had te dienen dan alleen maar sec dit belang. Ja. Want kijk, de hele discussie die natuurlijk ook met Europa is gevoerd, naar aanleiding van die brief uit 2005. Ik bedoel, dat verhaal over die 800.000 sociale huurwoningen die er te veel zijn in dit land, die discussie is natuurlijk volledig door de politiek onder de mat geveegd. Maar dat is natuurlijk wel vrij essentieel. Want daar heeft Servatius zich ook op gebaseerd. Maar mijn vraag is meer hoe u tegen het ministerie aankijkt. Dus niet om het uit te leggen hoe zij zo dachten. Maar meer, u wordt gesommeerd om het te melden. Daarbij wordt gezegd, als je het meldt, krijg je toch geen toestemming. De minister zegt, ik neem stelling tegen doorzakconstructie. Hoe keek u daar nou tegenaan? Nou ja, dan is er dus nog maar 1 weg. En dat is de weg langs de rechter. Ja. En die zou ook zeker afgelegd zijn, waar het niet dat 1 week na mijn schorsing de Raad van Toezicht ermee instemde dat deze constructie weer teruggedraaid werd. En daarna is ook dat BBSH aangepast in de zin. En dat is pas in de loop van 2010. Nee, 2010, hè? Ik had het. Of 9. Nee, augustus 2009 is het aangepast. Oh. Ja. Even nog 1 vraag, want dit heeft tot conclusie, zeg maar, dat u onderpand weghaalt bij het WSW. Hè, dus, en dat die financiële ruimte, die kan dan opnieuw geïnvesteerd worden. Niet in kernproducten, maar wel in tegenvallers van het campus. Nee, dat is niet zo. Er was 50 miljoen, zou er geïnvesteerd worden in onrendabele investeringen in de sociale woningvoorraad. Dus het is niet zo dat hier alleen maar commerciële activiteiten mee gefinancierd werden. Nou, legt u dat nog eens uit dan?
Dat geldt, dus de ING gaf op enig moment een lening van 200 miljoen. Ja. Daarvan is toen meteen ruim 100 miljoen, als het ware, overgemaakt naar de bankrekening van de woningstichting om te zijn de tijd die leningen mee af te kunnen lossen. En dat andere deel is blijven hangen binnen servaties vastgoed. En daarmee zijn dus projecten gefinancierd. En in eerste instantie is daar dus de bouwfinanciering van de campus mee gedaan. En dat was volstrekt legaal. Er was niks mee mis. Klopte allemaal. En dat geld zou natuurlijk op enig moment weer vrijgevallen. Ja. Omdat dan er een definitieve financiering zou komen. En dan zou het geld weer besteed worden aan andere zaken. En uiteindelijk zou het dan in die 50 miljoen... van die sociale huur, van die onrendabele top van die sociale huurwoningen zou het geld ingestopt zijn. Dus dat was helemaal geen commercieel geld. Nee, geen tegenvaller. Nee. Nee. Oké, okay, helder. Oké. Okay. Het woord is aan collega Mulder. Ja, voorzitter, dank. Ik wil graag een citaat voorhouden uit het proefschrift van Werner Botter. Mijn collega Hartje heeft het daar in het begin ook over gehad. Dat is een proefschrift over maatschappelijke ondernemingen. En in dat proefschrift wordt hij geïnterviewd. En daarin zegt u dat een maatschappelijke onderneming, dus een woningcorporatie, nadrukkelijk geen uitvoerder is van overheidsbeleid. U zegt beslist niet. Wij willen een soort eigenwijze corporatie zijn die heel goed weet waarvoor we de dingen doen en wat we moeten doen. Daarvoor is in feite het overheidsbeleid, zoals wij dat zien, alleen maar hinderlijk. Dat remt ondernemerschap. Dat remt ook op waar je maatschappelijke opgaven moet oppakken. Want we worden natuurlijk wel in een bepaalde richting ingeduwd. Wat bedoelt u precies met dit interview, met deze tekst? Nou ja, goed, die mevrouw die heeft dus inderdaad een onderzoek gedaan naar wat de verschillende corporaties of in de verschillende sectoren, want ik meen dat ze ook zorginstellingen in haar promotieonderzoek heeft betrokken, naar wat nou precies dat maatschappelijk ondernemerschap is. En in het geval van Servatius ging het natuurlijk heel vaak ook over wat de Rijksoverheid, de koers van de Rijksoverheid of de onduidelijkheid in de koers van de Rijksoverheid versus wat er op lokaal niveau gebeurde. Kijk, voor Servatius is het natuurlijk van levensbelang om met allerlei lokale partijen, dus de gemeentebesturen van Maastricht, Eijsden, Vizé, Luik, de provinciebestuur, allerlei andere maatschappelijke organisaties, om daarmee heel duidelijk samen op te trekken. Dus dat is voor ons altijd het belangrijkste referentiekader geweest. Dan was er een Rijksoverheid die die moest natuurlijk ook kijken in hoeverre dat BPSA functioneerde. En rondom het punt van de discussie over of het stelsel nu wel of niet Europa-proef was, ja, merk je natuurlijk toch dat er hele stevige discussies met dat departement waren. En die waren natuurlijk eigenlijk wel eens gewoon lastig. Ik bedoel, er is natuurlijk toch wel een zekere discrepantie tussen als je probeert als maatschappelijke ondernemer je nek uit te steken versus de koers die dan een Rijksoverheid vaart om dat zoveel mogelijk in te perken. Ik bedoel, daar zit gewoon een spanning. Dus u zegt, dus hinderlijk. En hoe beoordeelt u dan het besluitbeheer sociale huursector? Hoe kijkt u daar tegenaan? U heeft er eerder over gezegd, het is onvolledig. U noemt het hinderlijk. Mm-hmm. Hoe kijkt u dan tegen het BBSH aan? Ja, kijk, dat is het wettelijk kader voor de zeker activiteiten, ja, van de corporatie. Ja. Hè? Nee, maar daar kan je natuurlijk ook voor een groot gedeelte mee uit de voeten. Alleen, in het BBSH zitten natuurlijk toch ook allerlei bepalingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Neem nou bijvoorbeeld de bepaling over dat melden. Mm-hmm. Dat de minister vond dus op grond van een bepaling, mm-hmm, in dat BBSH dat er gemeld moest worden. En wij zeiden nee, dat is dus niet zo. Dus dat BBSH, dat de interpretatie daarvan, die verschuift natuurlijk ook gewoon naarmate de tijd verstrijkt. En wat je natuurlijk zag, is natuurlijk toch een beweging die dus is ingezet in de loop van 2000... om toch de corporaties weer wat meer in de richting van de overheid te krijgen. En het BBSA is natuurlijk geschreven in een heel ander tijdsbestek, dat er toch ruimte werd gegeven aan corporaties om dat maatschappelijk ondernemen, om dat op de rails te zetten. Dus eigenlijk heeft u gewoon twijfels bij de wet? Sorry? U heeft twijfels bij de wet of die wel goed is? Nou ja, ja, als u het zo wilt formuleren, ja, is dat zo, ja. Ja.
Het aardige is natuurlijk dat zowel in het geval van Luik als in het geval van de melding over de overdracht wij het departement hebben voorgesteld om daarin samen op te trekken. Want ik begreep natuurlijk ook wel dat, dat natuurlijk de Rijksoverheid heeft natuurlijk ook gewoon te maken met zijn eigen BBSH. En als dus de regels niet duidelijk zijn, denk ik, ga dan samen met het werkveld aan de slag om te kijken of je die regels wel helder kunt krijgen. Maar goed, dat aanbod is dus tot 2 keer toe afgeslagen. En heeft het overheidsbeleid nou zelf de zelfregulering van de sector te veel belemmerd? Nou ja, kijk, zeker vanaf het aantreden van de staatssecretaris Remkes tot en met mevrouw Dekker is er natuurlijk zwaar ingezet op die zelfregulering. Mm-hmm. En met name ook op de rol van de burgers daarbij. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk pas daarna zie je weer een beweging terug, waarbij het, zoals ik zei, het Rijk toch probeert om weer greep te krijgen op de sector. En dat kan ik ook wel begrijpen, want ja, er staat dus vastgoed ter waarde van 300 miljard. Dat is toch een interessant speeltje voor politici. Maar heeft het overheidsbeleid nou u belemmerd in uw werkzaamheden? Nee, ik vind van niet. Met uitzondering van de kwestie van Luik. Ik bedoel, daar verschilden wij eigenlijk fundamenteel van mening met het departement. Ja. En dat was ook terecht dat wij daar dat wij dus inderdaad van mening verschilden. Maar verder moet ik u zeggen dat dat wij goed uit de voet konden met het BBSH. Ja. Is dat zo? Want het uiterste redmiddel van de minister of een staatssecretaris om een corporatie te laten, ja, ik moet maar gehoorzamen, mm-hmm, is het geven van een aanwijzing. Ja. Ja. En uw corporatie, Servatius, heeft daar maar liefst 7 van gehad. Daar begon uw collega Hachi mee. Ja. Dat is natuurlijk wel een leuke binnenkomer. Maar misschien moeten we toch even de zaak corrigeren. Het zijn er in mijn tijd 3 geweest. Mm-hmm. De eerste aanwijzing ging over Luik. Ja. De tweede aanwijzing ging over de campus. Mm-hmm. Die aanwijzing heb ik opgevolgd. Om een eenvoudige reden dat niet Servatius, maar de BV Campus met meerdere aandeelhouders dat gedeelte zou moeten investeren en exploiteren. En de derde aanwijzing ging over het feit dat Servatius vanaf de 70er jaren leningen verstrekte, mm-hmm, aan personeel die daar een auto verkochten die nodig was om hun werk te doen. Ja. En daarvan zei de minister, ja, dat is bankieren, dat mag niet. Dus dat hebben wij per kerende post, hebben wij dat toen rechtgezet. Dus het gaat over 3 aanwijzingen waarbij we over 1 van mening verschilden met het departement. En die andere 4, dat is na mijn tijd. En die 3 die van u, wat heeft u daarmee gedaan? Ingelijst, hè? Ingelijst? Ja, die heb ik ingelijst, want ik vond die aanwijzing eigenlijk wel, bedoel, dat gaf mooi aan waar dus de discussie tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld eigenlijk over gaat. Hè. Dat gaat toch over de vraag van hoe ondernemend mag een maatschappelijke onderneming zijn. En ik zag dus in die aanwijzing, en zeker die aanwijzing over Luik, zag ik dus, dat vond ik dus eigenlijk wel een soort signaal van dat de overheid op de rem trapte, niet wilde dat corporaties op deze manier hun maatschappelijk ondernemerschap zouden invullen. Dus dacht ik, dat die lijst ik in en denk ik van nou, dat is een bewijs van maatschappelijk ondernemerschap. Ja, u kunt daar nu Ik zit te kijken. Want Gelukkig wel een ongehoorzame jongen is dat kennelijk. Maar ongehoorzame jongen, daar is een wet, daar is een minister die geeft een aanwijzing. En wat doet de corporatiedirecteur? Die hangt ze op. Nee, ik doe 2 dingen. Ziet ze als een compliment. Nee, ik doe 2 dingen. Ik hang ze op en ik ga de discussie aan. Maar wat zegt dat dan over de corporatie als ze zo omgaan met een aanwijzing van de minister? Heb je er dan niet, ja, u wil geen onparlementaire termen gebruiken, doe ik ook niet, maar heb je er dan niet puntje aan? Nee. Nee. Want dat is nou net het interessante van dat stelsel, is natuurlijk voortdurend in beweging. Ik geloof dat meneer Van Dam heeft gezegd dat politiek het grootste risico van het stelsel is geweest. Nou, dat klopt ook wel in die zin dat de discussies natuurlijk, dat er nogal stevige discussies zijn geweest tussen het werkveld en de politiek. En daar hoort dit dan ook gewoon bij. Dus je ging de discussie aan? Ja. Omdat de argumentatie ontbrak. En op het punt van die derde aanwijzing, van de corporatie mag niet bankieren, volstrekt helder. Hebben wij dus ook meteen teruggedraaid. Maar du moment dat er een aanwijzing komt met daaronder geen of een hele zwakke argumentatie, ja, dan vindt u het toch niet gek
dat wij dat ter discussie gaan stellen met het departement. Nou ja, weet u, het WK voetbal is bezig en daar is commentaar op de leiding. Is gewoon een rode kaart, maar hier dus niet. Ja, dat kan. Maar nog naar Luik. Waarom heeft u geen gevolg gegeven aan die aanwijzing van de minister? Omdat, Europees rechtelijk gezien, de aanwijzing niet klopte. De aanwijzing maakte duidelijk dat het stelsel niet Europa-proof was. Dat heeft dus ook 10 jaar geduurd voordat er vanuit de Europese Commissie is aangegeven, wij maken onderscheid tussen diensten van algemeen economisch belang en niet diensten van algemeen economisch belang. Er lag inmiddels ook een Altmark-arrest aan de hand waarvan dan dit soort activiteiten getoetst kunnen worden op al dan niet geoorloofde staatssteun. En zo heeft het dossier zich ontwikkeld en in de periode dat wij de aanwijzing kregen, was volstrekt duidelijk van dat stelsel is niet Europa-proof. En daar zal dan kennelijk een juridische strijd over gevoerd moeten worden. We hebben het net over Luik gehad. Kunt u hier nog vertellen wat voor huizen er precies werden gebouwd in Luik? Waren dat sociale huurwoningen? Nee. Maar ze waren geen sociale huurwoningen. Want ik heb ook in de tijd meneer Van der Post op bezoek gehad. En die was volstrekt helder en duidelijk. Er gaat geen geborgde euro de grens over. Was ook helemaal niet het plan. Mm-hmm. Dus het project Luik, dat behelste dus middeldure huur, koopwoningen en een aantal winkelruimtes. Dus geen sociale huurwoningen. Nee. Maar dat is toch de taak van een corporatie om juist dat is wel sociale huurwoningen te bouwen? Een van de kerntaken van de corporatie. En de andere kerntaak is dat er ook nog geld verdiend moet worden. Mm-hmm. En wat is er nu mooier dan dat Servatius in België geld verdient om uit te geven aan de sociale huisvesting in Maastricht? En zijn er ook Nederlanders gaan wonen in die huizen? Zeker, 10%. 10%? Ja. Dus 90% niet? Ja, maar dat is ook helemaal niet erg. Toch? Ik zei het tegen uw collega al, er stond geen hek om. Slechts 4 Nederlanders. Kijk, dat is natuurlijk op het moment dat Servatius in Sittard zo'n project zou hebben gerealiseerd. Dan gingen wij toch ook niet zeggen, daar mogen alleen maar mensen uit Sittard in komen te wonen. Ik bedoel, het staat in de Europese Unie, iedereen vrij om te gaan wonen waar hij wil. Er wonen op dat moment al ruim 2000 Nederlanders in Luik. Dus zo gek was dat helemaal niet. Om daar ook voor, mede voor de Nederlanders te bouwen. Dus ik begrijp dat u zegt, we bouwen in Luik, in België, in het buitenland, dus geen sociale woningen. En er wonen maar 10% Nederlanders. Maar dat is niet erg, want u kunt dat geld gebruiken elders in de sector. Dat is wat u zegt. Ja. En dan vindt u het ook gek dat u een aanwijzing krijgt? Nee. De aanwijzing ging erover dat de minister van mening was dat in de Nederlandse wetgeving het zo geregeld is dat de volkshuisvesting ophoudt bij de grens. En wij waren van mening dat niet zo was. Daar gaat de aanwijzing over. En de branchevereniging, de Vereniging van Woningcorporaties, EDES, bent u daardoor gesteund in deze zaak? Ja, wij kregen volop steun van EDES. Vond dat natuurlijk een heel interessant dossier. EDES heeft ook uiteindelijk bij de Europese Unie is EDES ook toegetreden tot een soort lobbyorganisatie, SECODAS. Dus dat Europa-dossier was voor EDES belangrijk en interessant, hoe dat zich zou ontwikkelen. Dus eigenlijk had u steun van uw sectorvereniging, de belangenvereniging. Ja, zeker. En uiteraard, wat ik ook al eerder zei, had ik natuurlijk ook de steun vanuit de provincie en de gemeentes. Uiteraard ook vanuit de organisatie en de huurders en de Raad van Toezicht. Ja. Dus er was alom steun voor dit initiatief. Dat had ook alles te maken met, naderhand is er rond 2004, is de nota ruimte vanuit het departement verschenen. En daarin werd dus een lans gebroken voor stedelijke netwerken. En een van die stedelijke netwerken is dus het MAL-netwerk Maastricht, Heerlen, Aken, Luik. Okay. Dus het was ook vanuit ruimtelijk ordeningsperspectief deden wij precies wat er in die nota ruimte was bedacht. Ja. Dus. En de huidige voorman van EDES, de heer Calon, heeft naar aanleiding van het Vestia-drama gezegd dat de zelfregulering in de sector heeft gefaald en daarmee passé is. Wat vindt u daarvan? Ja, ik zou zeggen, ik hou die uitspraak voor rekening en verantwoording van meneer Calon. In uw tijd was er een andere voorzitter, dat was de heer Van Leeuwen. Ja. En wat heeft u eigenlijk verdiend in wat heeft de corporatie verdiend in Luik op het project? Niets. Om de eenvoudige reden dat de Raad van Toezicht inderdaad op enig moment besloot, gelet op alle discussie en procedures, om de verdere projecten op hold te zetten. Het is dus bij dit ene project gebleven.
En daar moest Servatius wel genoegen nemen met het tekort, omdat Servatius ook gedwongen werd om het project te verkopen. Dus er zat een tekort op? Op het moment dat het project werd verkocht, zat er inderdaad een tekort op, omdat nog niet alle winkelruimtes waren verhuurd. En dat was op zich ook helemaal niet zo erg dat er een tekort zou zijn. Want wij hadden natuurlijk ook andere plannen in Luik, waarmee dat tekort dus nadrukkelijk zou worden ingelopen. Maar goed, die zijn allemaal stopgezet. Maar het is toch wel bijzonder dat hij naar Luik gaat, discussie over, om te verdienen, en er wordt niks op verdiend. Alleen, ja, maar ik heb ook niet gezegd dat wij meteen met het eerste project geld zouden verdienen. Ik bedoel, dan, je hebt natuurlijk gewoon een behoorlijke aanloop nodig in zo'n stad om partij te worden. En ook door het gemeentebestuur te worden uitgenodigd om gewoon meer projecten te doen. Okay. En op termijn zou de activiteiten in Luik zouden dus gewoon winstgevend geworden zijn. Op termijn. Dat wist u zeker? Nee. Als ik dat zeker zou weten, dan zou ik hier niet zitten. Want dan zou ik multimiljonair zijn en op de Bahama's verkeren. Oké, dank. Maar, ja. Meneer Oskam. Ja, meneer Verschelberg, we blikken nog even terug. Want op een gegeven moment zei u, ze hadden vink nodig om mij te kunnen ontslaan. Nou, dat klinkt nogal lof. Kost u het nou over het algemeen veel moeite om uw ideeën aan de man te brengen in die Raad van Toezicht? En waren zij wel kritisch? Gaven ze wat tegenwicht? Of hebben ze wel zaken tegengehouden? Nou ja, kijk. Zeg maar tot, ik heb dus ongeveer, even globaal genomen, een jaar of 10 met dezelfde voorzitter gewerkt, de heer Van der Velde. Wij hadden een uitstekende werkverhouding. De heer Van der Velde kwam gemiddeld eens in de 3-4 weken, kwam die in een halve middag op kantoor, werd ik doorgezaagd over van alles en nog wat, rapporteerde dat terug aan de Raad van Toezicht, zorgde er ook voor in de besluitvorming binnen die raad, dat die raad consistent beleid zou voeren. Dat liep eigenlijk allemaal uitstekend. Alleen na zijn vertrek werden de verhoudingen veel, veel diffuser, veel troebeler. En wanneer ging hij weg? De heer Van der Velde is op 1 januari 2008 moest hij weg. Want toen had hij zijn 3 termijnen erop zitten. Ja, en daarna werd het een vervelend jaar, 2008. Ja, omdat in eerste instantie trad toen de heer Paul Smeets aan. En het lastige was dat die moest erg groeien in zijn rol van voorzitter en toezichthouder. Want die begon zich heel erg met de operationele bedrijfsvoering te bemoeien. Vervolgens zou hij in dienst treden bij een van de aannemers die bij de campus was betrokken. En hij vond dat dat allemaal wel kon. Dat werd natuurlijk enigszins onaangenaam. Dus de heer Smeets moest terugtreden. En toen heeft de heer Vekkers de zaken waargenomen tot begin maart. Ja, toen de interim basis. Ja. En toen kwam Vink. Toen kwam Vink en toen kwam de heer Tjeu Blommaert. Nou, de heer Blommaert was binnen 6 weken alweer vertrokken als voorzitter. Ja. En de heer Vink, die werd dan benoemd. Dus de raad die heeft eigenlijk zijn eigen verantwoordelijkheid laten lopen in die periode. Ja, want u noemde allerlei voorzitters die in die tijd daar hebben gezeten. Maar de rest van de raad, waren die wel voldoende kritisch? Nee, die waren kritisch, maar... Of gingen ze mee met de voorzitter? Ja, die gingen in eerste instantie wel mee met die nieuwe voorzitter. Die dachten van, gut, kennelijk hebben wij hier al die jaren zitten slapen of hebben we het niet goed gedaan. En wat goed dat we nu een hele stevige voorzitter hebben. Maar ja, die was natuurlijk binnen 5 maanden weer vertrokken. Ja. En toen zag je dus een beetje de onzekerheid groeien in dat gezelschap wat er toen over... En voor die tijd, in de tijd van de heer Van der Velde, deden ze wat de voorzitter van de Raad van Toezicht wilde? Nee, je werd er gewoon inderdaad goed gediscussieerd, stevig gediscussieerd. Ik bedoel, Van der Velde die had... Ja. Die was een uitstekende voorzitter. Dus dat was een constructieve raad? Ja, en nogmaals, zo was ik het ook gewend. En daarna werd het allemaal, wat ik zei, veel diffuser. En dus ook veel lastiger voor mij om daarin mijn weg te vinden. Okay. We hebben nog één voorbeeld wat we even aan u willen voorhouden. Wat als kritiek uit de Raad van Toezicht is gekomen. Dat in Limburg het NK Nederlands Kampioenschap wielrennen was. En u zat in de organisatie of in het bestuur. En toen heeft u namens Servatius u garant gesteld voor de kosten, zonder de Raad van Toezicht in te lichten. Kunt u daar eens iets meer over vertellen? Ja, er was een stichting opgericht in Maastricht, de Stichting Topsport Evenementen Maastricht. En ik ben op enig moment gevraagd of ik daar in het bestuur wilde toetreden. Gewoon om, niet om een zak geld mee te brengen, maar gewoon om de bestuurlijke... bestuurlijke kwaliteit van die stichting wat op te peppen. En mij werd verzekerd vanuit de andere bestuursleden van, financieel is het allemaal in orde, het loopt allemaal en er is genoeg geld binnen om het NK wielrennen te gaan organiseren.
Dus dat werd op enig moment, werd dat bericht aan de burgemeester meegedeeld. Van nou, die stichting heeft het geld voor het NK wielrennen. Er moest ook meer dan een ton of zo van tevoren worden betaald. Dus toen heeft de toenmalige burgemeester Gert Leers, heeft dus de wielerunie laten weten van nou, komt u maar naar Maastricht, want de zaak is geregeld. En toen bleek dat de zaak dus helemaal niet geregeld was. En toen is er overleg geweest met de burgemeester van ja, wat doen we nu? En toen heb ik voorgesteld van nou, misschien, het zou natuurlijk wel een blamage zijn als Maastricht zijn medewerking zou terugtrekken. Ja. En dan zou de burgemeester, ja, dat zou natuurlijk ook voor de burgemeester wel een beetje niet zo handig zijn geweest. Dus toen kwam het idee van, nou, weet u, dan stelt Servatius zich wel voor garant. En dan proberen we dat gewoon via die sponsorgelden naderhand wel weer binnen terug te halen. En ik heb verzuimd op dat moment om dat met de Raad van Toezicht te delen. Want het afgeven van garanties, ja, dat is een bevoegdheid van de Raad van Toezicht. Dat kwam dus een half jaar later, kwam dat bij de jaarrekening 2007. Want het heeft geld gekost? Het heeft geld gekost. Het Servatius had zich, meen ik, garant gesteld voor ongeveer een ton. En er is, ik denk iets meer dan de helft is uiteindelijk aan sponsorgeld binnengekomen. Dus dat heeft inderdaad geld gekost. Ja. En hoe reageerden ze? En toen zag de Raad van Toezicht, omdat de jaarrekening van 2008 aan de orde was, die zag toen van, de accountant rapporteert hier dat die garanties gegeven. Ja, toen kreeg ik natuurlijk gewoon een kop van de Raad van Toezicht en volkomen terecht. Ja. Omdat ik had verzuimd om dat aan de Raad van Toezicht voor te leggen. En was dit de enige keer of zijn er nog andere voorbeelden waar u nu informatie niet aan de Raad van Toezicht heeft voorgelegd? Terwijl het wel had gemoeten. Nou, er was nog zeg maar één ander akkefietje. Dat speelde zich af in het voorjaar van 2009. Dat een klokkenluider zich had gemeld bij de Raad van Toezicht. En die gaf aan dat er van alles en nog wat niet deugde in het campusproject. En toen heeft de Raad van Toezicht besloten om daar zelf onderzoek naar te doen. En heeft mij toen heel nadrukkelijk daarover ondervraagd. Daarbij is, zeg maar, uw ondervraging nog heel vriendelijk vergeleken. En wat bleek toen, dat inderdaad, dat heeft de Raad van Toezicht ook gerapporteerd aan die klokkenluider, dat er gewoon werkelijk helemaal niets aan de hand was. En dat de Raad van Toezicht ook altijd tijdig en volledig door mij was geïnformeerd over het hele campusdossier. Dus dat was eigenlijk min of meer, zeg maar, de tweede keer dat er dat het even misliep tussen de Raad van Toezicht en mij. Okay. Nog even reflecteren op die relatie met het ministerie. Collega Mulder zei het al. Het lijkt erop alsof Servatius een beetje de grenzen opzoekt, maar ook echt wel de strijd gaat, juridisch ook, met het ministerie. En echt het wel ook lang volhoudt. Soms ook wel in het gelijk wordt gesteld. Wat zit er nou achter? Is dat dan? Kijk, wat ik al zei, dat de strijd ging eigenlijk toch vooral over bouwen in het buitenland. En ik moet zeggen dat het hele campusdossier was eigenlijk een soort afgeleide, want dat ging dan veel meer om de vraag van wat is nu wel en niet maatschappelijk vastgoed en tot hoeverre mag een corporatie zich daarmee bezighouden. Dus ik zou het toch willen beperken tot de kwestie bouwen in België. En daar verschilde het departement en Servatius echt fundamenteel van mening. Ik weet wel dat bijvoorbeeld heel vaak in de gezondheidszorg discussies tussen ziekenhuizen en de minister, dat die ook langs de juridische weg worden beslecht. Ja. De corporaties hadden op dat punt eigenlijk geen reputatie dat men ging procederen, want kennelijk werd het allemaal toch wel geregeld. Ja. En u heeft daar vorige week ook wel voorbeelden van langs zien komen. Alleen deze zaak was zowel voor het departement als voor Servatius zo fundamenteel, dat daar een gang naar de rechter voor nodig was. Okay. Het was toch een principezaak een beetje. Uiteindelijk werd het een soort principezaak. En het was dus niet een soort eigen wijsheid van ons of van laten we het ministerie maar eens een beetje aanpesten. Dat was dus absoluut niet aan de orde. Okay. Nogmaals, we hadden ook voorgesteld, laten we samen optrekken in dit dossier. Ja. Hadden de dames en heren geen behoefte aan. Nee, dat punt is duidelijk. Even nog terug naar Luik, hè, want u zei de kerntaak van de corporatie is het brengen van sociale huisvesting, hè, op een goede manier en op een betaalbare manier. En tweede is toch ook om geld te verdienen, zodat je dat weer in kerntaak 1 kan stoppen.
Nou ja, over Luik weten we dat er eerst een tekort was en dat u zegt er waren ook wat aanloopkosten. Het idee was dat er op den duur voordeel mee te maken was. In welke orde van grootte moeten we dan denken? Nou, u weet dat Calatrava het nieuwe TGV-station in Luik heeft gebouwd, ontworpen. En Calatrava heeft mij op enig moment geïntroduceerd bij de opdrachtgever van het station, omdat hij nogal wat vastgoedposities had rondom het station. Servatius zou dus als een van de partijen aan de slag gaan om daar nieuwe projecten te realiseren. En als u kijkt in Europa wat de vastgoedontwikkeling is rondom TGV-stations, dan kunt u alleen maar vaststellen dat dat uiterst succesvolle projecten zijn. Ik hoef je alleen maar even te wijzen op Lille, wat daar allemaal gebeurd is rondom het TGV-station. En Servatius was in een vergelijkbare positie. Dus dat zou gewoon een prachtige project zijn geweest om winst te maken. Oké, maar dat klinkt vrij algemeen. Ja. U bent een man van een lange termijnvisie ook. Wat zou het nou opleveren als het eenmaal gerealiseerd was? Als het eenmaal liep zoals het zou moeten lopen? Wat had u nou voor ogen dat u dacht, nou, dan pak ik zoveel miljoen, zoveel miljard? Nee. Het zou denk ik altijd wel een bescheiden aandeel geweest zijn. Zeg 1, 2 miljoen per jaar, wat je dan aan de kerntaak in Maastricht en IJssen zou hebben kunnen spenderen. Omdat natuurlijk, naarmate Servatius langer in Luik betrokken was, werd natuurlijk ook de samenwerking met andere partijen daar werd allemaal wat steviger. En ook met het gemeentelijk woningbedrijf. Dus. Ja. Als we ons nou beperken tot wat we vandaag met u hebben besproken, hè, Luik, Campus, u bent ontslagen. Uiteindelijk is alles stopgezet. Luik is met verlies verkocht. U bent aansprakelijk gesteld. Bent u dan ergens in tekort geschoten en zo ja, waarin? Ja, wat ik dus denk is dat in de communicatie met de Raad van Toezicht vanaf 2008, daar zijn natuurlijk toch gewoon dingen misgegaan. Ik heb dat ook zelf onvoldoende onderkend dat die raad het aan sturing en consistentie heeft ontbroken. Daar had ik natuurlijk veel beter op in moeten spelen. Ja, maar stel nou dat u een betere raad van toezicht had gehad. Ja. Die strenger waren geweest, vaker op de rem hadden getrapt, vaker de spiegel hadden voorgehouden. Dan had het zomaar kunnen zijn dat zij hadden gezegd van nou die campus, meneer Verzelberg, is too much. Too much voor een corporatie als Servatius. En wat had u dan gedaan? Want u geloofde erin, u gelooft er nog steeds in. Wat had u dan gedaan? Ja, kijk, als de Raad van Toezicht zegt, inderdaad, het is too much. Dan is het too much. Dan hadden we natuurlijk andere plannen gemaakt. Ja, dan speel ik even advocaat van de duivel, want ik hoor hem. We hebben geen van die apparaatjes zoals die scheidsrechters. Maar ik hoor Mulder al denken van, maar u luistert ook niet naar de minister. Dus waarom zou u wel naar die Raad van Toezicht luisteren? Ja, om de eenvoudige reden dat mijn primaire sparringpartner is en werkgever. Oké. U bent aansprakelijk gesteld, hè, door in beginsel? Ja, in beginsel. Uiteindelijk is het bij de rechter gekomen. De rechter heeft gezegd, nou, in beginsel aansprakelijk. Het bedrag waar aan gedacht wordt is 10 miljoen, maar uiteindelijk moet u om de tafel met Servatius om te kijken wat het wordt. U bent in hoger beroep gegaan? Nog niet, nog omdat niet. De rechter heeft het tussenvonnis gewezen. Dus het is nog geen eindvonnis. Okay, dus nog geen eindvonnis, dat komt er waarschijnlijk eind van het jaar. En dan zullen we natuurlijk het hoger beroep moeten doen, omdat wij natuurlijk toch van oordeel zijn dat de rechtbank in deze de zaken niet helemaal in onze ogen goed heeft beoordeeld. En waar hebben ze de plank misgeslagen? Op de eerste plaats wat betreft de finale kwijting. Er was een afspraak gemaakt, die staat op papier in de vaststellingsovereenkomst, dat er een finale kwijting werd verleend. Op de tweede plaats heeft de rechter geen kennis kunnen nemen van alle stukken die gingen over het stopzetten van het project. Want dat heeft u zelf ook niet? Dat heb ik zelf ook niet gekregen. Ja. We hebben dat nogmaals aan de rechter ook voorgelegd. De rechter had daar geen behoefte aan. Nee. En dus is er uitsluitend teruggekeken naar mijn periode. En heeft de rechtbank vastgesteld dat de financiering niet klopte. Nou, die klopte dus wel, hè, want dat heb ik u omstandig uitgelegd. Er kwam een exploitatietekort ineens van meer dan 100 miljoen uit de hooghoed. Er is never nooit, heb ik een berekening gezien of is er een berekening geopenbaard waar dat uit zou bestaan. Dus er zitten nogal wat vraagtekens in het hele dossier. Dus wij denken, juist omdat er toch altijd heel zorgvuldig is omgegaan, ook met de aanwijzingen
en de voorstellen van het departement rondom die campus, dat we een goede kans maken om dat in hoger beroep nog een keer recht te zetten. Maar het is nog in beweging? Het is volop in beweging en ik vrees dat ik daar nog wel een jaar of twee, drie mee doende ben. Ja, stel nou dat u het onderspit zou moeten delven. Gaat u dan failliet of bent u dan daarvoor verzekerd? De kosten van verweers die vallen onder de bestuurders- en aansprakelijkheidsverzekering. Het lastige is alleen dat Servatius heeft daar onmiddellijk beslag op gelegd. Dus het is elke keer juridisch gedoe over de vraag in hoeverre de advocatenkosten betaald zullen worden. Mocht het zo zijn dat de rechter uiteindelijk zou besluiten dat ik inderdaad aansprakelijk ben voor bedrag X. En mocht de rechter besluiten dat dat bij voorraad uitvoerbaar is. En mocht de rechter besluiten dat er niet gematigd wordt tot het bedrag van wat in de verzekeringspot zit, dan ga ik failliet. Nou, als we terugkijken op uw periode bij Servatius, er zijn er goede dingen gebeurd. Er zijn dingen die misschien wat minder gelukkig zijn, om maar een understatement te gebruiken. Zelf heeft u gezegd, ik geloofde erin, ik geloof er nog steeds in. Als ik dingen anders had moeten doen, dan had ik misschien toch wat kritischer op die Raad van Toezicht moeten zijn op de momenten dat dat minder goed ging. Zijn er nou nog andere dingen die niet aan de orde zijn gekomen waarvan u zegt van ja, daar baal ik wel van achteraf? Ja, weet u, wij zijn dus gestart in België in Luik. Er is natuurlijk ook nog Vlaanderen grenst aan de westkant aan Maastricht. En er wonen nogal wat Nederlanders in Lanaken en omgeving. Achteraf hebben we als gedacht van misschien was het toch beter geweest om de eerste projecten in Lanaken te starten. Ik bedoel, wij hebben op enig moment ook wel contacten gelegd met de gemeentebesturen van Lanaken en Riemst. Maar ja, de focus was dus in eerste instantie op Luik gericht. Ja. Had wellicht beter eerst op Lanaken gericht kunnen worden. Dan was er nog meer draagvlak geweest dan voor het project in Luik. Dank meneer Oskam. Het woord is aan de heer Bashir. Meneer Verzeilberg, ja. We hebben nog een aantal vragen aan u. En dan wil ik met u graag die bedragen nalopen die hier toch over de tafel zijn gegaan. Ik begin allereerst met de kosten van de architect Calatrava. Mm-hmm. Klopt het dat de beloning van hem uiteindelijk uitgevallen is op 14 miljoen euro? Dat weet ik niet. Wij hadden een afspraak in het contract staan dat er 10,25% honorarium vergoed zou worden. Ik weet wel dat de vergoedingen die werden dus in partjes uitbetaald. En het laatste partje dat zou dan betreffen het moment waarop er met de bouw zou worden gestart. Dan zou die, uit mijn hoofd gezegd, de laatste 10% hebben gekregen. Ja. Servatius heeft dat geweigerd om dat te betalen. Daar heeft Calatrava een rechtszaak over aangespannen, heeft hij ook gewonnen. Het kan inderdaad zo zijn dat er uiteindelijk dat bedrag is betaald aan hem. Maar die 14 miljoen is niet onbekend voor u, dat bedrag? Dat wel, maar ik sluit het ook niet uit. Ja, en we hebben tussentijds, zijn er ook nog wel wat wijzigingen in het ontwerp geweest. En dat betekent natuurlijk wel extra kosten aan de architect. Ja, ja. Dat is. Dus 14 miljoen op een totale investering van 164 miljoen. Je moet het steeds wel in verhouding zien. Ja, ja, maar toch vrij fors bedrag. U moet het in verhouding ja, zien. Ja, en dan de schade van het niet doorgaan van de campus zelf. Hè, dat is geschat op 66,5 miljoen euro. Daar bent u ook aansprakelijk voor gesteld. Ja. Dat bedrag kent u ook? Ja. Ja, ja. Ja, goed, dat is een optelsom van alles en nog wat. Ja. En u moet het zo zien dat de rechter die heeft dus aangegeven in een tussenvonnis dat 10 miljoen in beginsel toewijsbaar is. Dat betekent dus dat 56 miljoen niet toewijsbaar is. Dus daar zijn anderen voor aansprakelijk. Maar het is wel een schade wat ja, ik geleden weet niet, is. Ik bedoel, er was op dat moment toen men de stekker eruit trok, was er 35 miljoen gespendeerd. Dus de schade is ontstaan op het moment dat het project werd stopgezet. Ja. Dan had u het ook nog over het verlies van het project in Luik, want dat heeft geen opbrengst gehad. Weet u ook nog hoeveel dat was? Ik heb begrepen was dat 5 miljoen. 5 miljoen. Omdat Servatius gedwongen werd door het departement om het project te verkopen.
dan had u het en dan weten natuurlijk opkopers van, hé, hey, dat is net als met die derivaten van vorige week, dan is het natuurlijk kassa. Dat was hier dus ook zo. Ja. Dus dat project is natuurlijk van Habekrats opgekocht. Dan had u het ook vaak over de discussie aangaan. In de praktijk betekent het vaak naar de rechter stappen. Nee, met de, één keer. Maar wel steeds naar hoger beroep en dan de Europese rechter. Ja. Weet u ook hoeveel dat heeft gekost, Servatius, aan juridische kosten? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ja. Maar als we een optelsom maken, dan gaat het natuurlijk wel om veel geld. Ja, dat ligt er maar net aan wat u bij elkaar wil optellen. Ja. Maar dit is wel dan uiteindelijk de rekening voor de huurder van een eigenwijze corporatiedirecteur. Ja, alleen de vraag is natuurlijk van wie wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden voor dat bedrag? Kijk, als ik mijn periode had af kunnen maken bij Servatius, had die campus er een jaar of twee geleden al gestaan. Dan was er dus helemaal geen sprake geweest van schade. Als ik was blijven werken, dan was het project in Luik niet verkocht. Dan was er geen sprake van schade. Ja, maar begrijpt u wel dat de huurder niet uiteindelijk de rekening betaalt? En als u dan vervolgens in een interview zegt van, we zijn een eigenwijze corporatie. Nee, ik maak daar toch bezwaar tegen. Want er was niks eigenwijs. Dit was gewoon beleid wat zich ontwikkeld heeft in de loop van al die jaren. En waarin ook met allerlei maatschappelijke partijen en overheidsorganisaties, daar was dus gewoon draagvlak voor. Niks eigenwijs. Ja, maar dat zijn niet mijn woorden, dat zijn uw eigen woorden. Dat u een eigenwijze corporatie wil zijn. Ik krijg toch het gevoel dat u dat als een negatieve kwalificatie hier wil neerzetten. En daar maak ik bezwaar tegen. Dat is duidelijk, meneer Van Zijberg. Voorzitter. Meneer Van Zijberg, zei straks in antwoord op vragen van onze commissie dat het geld verdienen met commerciële projecten een taak is van woningcorporaties. Voor zover wij dat zien is dat geen separaat prestatieveld in het besluitbeheer sociale huursector. Maar zou het dienend kunnen zijn aan je andere activiteiten. We zien wel dat Servatius twee hele grote projecten heeft gedaan. Woningen en winkels in Luik. Niet sociale huurwoningen, zegt u er zelf expliciet bij. Mm-hmm. En we zien de campus, waar een toch aanzienlijk deel niet sociale huisvesting is. U had het daarna ook over die WOZ-waarde van die woningen van de corporaties. Meer dan 300 miljard euro, als een speeltje van politici. Maar als ik dat doortrek naar die twee hele grote projecten die onder uw leiding werden opgepakt bij Servatius, woningcorporatie, is dan, als we de vergelijking trekken met de boot van Woonbron, waar ook geen commerciële partners toetraden en totaal uit de hand liep, is die vergelijking dan niet eerder op zijn plaats en dat het eerder een speeltje was van u, die projecten? Ik heb nooit gezegd dat het een speeltje van mij was. Ik heb altijd aangegeven dat in het beleidsplan wat Servatius in 1999 heeft gemaakt, dat er is aangegeven dat wij ons aandeel studentenhuisvesting zouden moeten vergroten. En bovendien is het zo dat ik ben in maart vertrokken. In november is pas besloten om het te stoppen. Als ik de gelegenheid zou hebben gehad om door te werken, was dit project gewoon gerealiseerd binnen de randvoorwaarden zoals die toentertijd golden. En had het project er gewoon gestaan. Dus ik maak dus bezwaar tegen het feit dat dit buiten onze kerntaak zou zijn, dat dit een project zou zijn wat te risicovol was. Dat was het dus niet. Anderen na mij, en u noemt de boot. En ik heb ook wel eens het stoute idee gehad dat er van de zijde van het departement wel enige druk is uitgeoefend om dit project te stoppen. Omdat de voorganger van de toenmalige minister van der Laan, mevrouw Vogelaar, ja, die had zich natuurlijk toch een beetje verslikt in de SS Rotterdam. En ik zou zomaar kunnen indenken dat de heer Van der Laan heeft gedacht, mij overkomt dat niet, dus we zetten de zaak maar stop in Maastricht. Maar goed, u beschikt over de documenten waar het uit zou moeten blijken. Ik heb ze niet gekregen. Dan nog één slotvraag, want we zijn aan het einde van het openbaar voor, meneer Van Zijberg. Als u daar in Maastricht dan studentenhuisvesting wil oppakken, zodat die studenten aan een betaalbare kamer kunnen komen, dat is dan voor de stad Maastricht en in uw taak als corporatie in Maastricht doet u dat, zegt u. Waarom dan expliciet niet, zoals u het hier letterlijk vandaag zei, een architect van om de hoek? Waarom kon een architect uit Limburg of uit Rotterdam dat niet oppakken? Waarom eentje van 14 miljoen die elders in wereldsteden wolkenkrabbers neerzet? Nogmaals, de gemeente Maastricht die zette in op hoogwaardige architectuur in de stad. Als u kijkt naar de nieuwbouwwijk Ceramiek, die is nagenoeg uitsluitend met buitenlandse architecten van naam en faam tot stand gekomen.
Dat was dus het kwaliteitsniveau waarop Maastricht inzette. Dan kun je niet met een architect om de hoek aankomen. Bovendien hadden wij zelf ook onze voorwaarden gesteld aan het ontwerp, nogmaals, kwalitatief hoogwaardig en zeer open en uitnodigend. En daarom zijn wij uiteindelijk bij Calatrava terechtgekomen. Goed, dat is duidelijk. Meneer Van Zijlberg, dank. Ik sluit deze vergadering. Ja, maar even mijn stuk.